Hallo allemaal en wat leuk dat jullie meekijken. Het is vandaag maandag 4 januari. Natuurlijk allereerst alle beste wensen en natuurlijk Happy New Year. Hè? Het nieuwe jaar is begonnen, 2021. Laten we hopen dat het een positief, gelukkig en een jaar wordt gevuld van met vrijheid en liefde. Vandaag hebben we een hele leuke e-workshop voor jullie. Ik had het plezier al vanochtend om samen met Lim naar voor onze Engelse trainers live te gaan. Maar wat kun je nou eigenlijk allemaal met glitters, sugaren, chameleon flakes, inpoetsen, uitpoetsen? Welke topjas ga je gebruiken waarvoor? Kortom, wat zijn de mogelijkheden die jij met al deze producten kunt doen in jouw salon? Dat zo direct, maar eerst gaan wij beginnen. En wat leuk dat jullie allemaal meekijken. We hebben er al 99 op dit moment. Dus dat is ontzettend leuk. Maar het is ook een ontzettend leuke workshop. Ik ga later in deze uitzending de winnaars bekendmaken van het pakket van Syriza, maar ook het pakket van Jessica. Maar eerst natuurlijk naar onze eigen Lin. Hallo allemaal. Nou ja, eerst dan een eerste geluk. Zo, ik begin gelijk goed. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Ja, superleuk dat jullie weer meekijken. Ik heb een hoop voor jullie in petto. Ik hoop dat jullie allemaal pen en papier bij de hand hebben, want ik ga vooral veel vertellen. En zullen we maar gelijk van start gaan, Pepijn? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik sta hier natuurlijk met mijn telefoon, dus heb je vragen, schroom ze niet te stellen. Dan zet ik ze door naar Linda. En ja, voor de rest gaan we met name heel erg genieten. Want al die losse glitters en glittersprays, ik kan me voorstellen dat soms door de boom het bos niet meer kunt zien. En Linda, bij jou heb je een speciale les waarin je al deze verschillende producten uitlegt, hè? Ja, dat klopt. Ik heb de workshop Easy Nail Art. En ja, daarin gaan we echt heel easy, hele leuke dingen maken. Wat je snel kan toepassen in je salon. En ja, wat gewoon verkoopt. En wat daarbij belangrijk is, is dat hetgene wat je in huis hebt, dat je dat ook presenteert aan je klanten. Degene die bij mij in de winkel wel eens zijn geweest, weten dat ook. Ik heb 2 tipboxen staan met allerlei kleurtjes, met glitters, met flakes. En de ene is gesugerd en de andere is afgelakt. Nou, hoe we dat doen, gaan we zo meteen laten zien. Maar ik zal nog heel even de box laten zien. Dit is namelijk ook heel erg leuk om aan je klanten te laten zien. Om de mogelijkheden te zien ja, wat er allemaal is. Als jij bijvoorbeeld tegen jouw klant zegt van zal ik een groene chameleon flake op jouw roze nagel doen. Dan denkt ze misschien, ik weet niet wat jij nu zegt. Maar als je het laat zien, zien ze ook wat de mogelijkheden zijn. Nou, je kunt bijvoorbeeld, ik heb hem niet heel duidelijk in beeld. Kijk, ik zal hem even openmaken. Op deze manier kan je heel makkelijk laten zien wat de mogelijkheden zijn. En de klant krijgt op deze manier ook een beeld met wat je bedoelt. En wat hier dan handig van is, ik heb er even eentje uitgepakt, de box even aan de kant zetten, is zo'n kaartje. Nou, stel dat dit een mooi setje zou zijn, kun je op de achterkant van het kaartje, zou je hier de nummer kunnen zetten van de gel polish die je gebruikt hebt, de artikelcodes van de glitters, want misschien weet je niet meer welke glitter je aan de hand hebt gebruikt, en je zou ook gelijk een prijskaartje erop kunnen zetten. Dus dat is super handig. Ja, die prijs is wel handig. Ja, dan kunnen ze meteen kijken van, hé, ik wil dit en wat gaat dat kosten dan voor mij? Ja. Dat is een goede tip van je, Lin. Ja, en de tips die ik hierop gebruikt heb, dat zijn gewoon Colourpops. Die heb ik afgeknipt met een tipknipper. Dus je hebt geen gekke tips nodig, kan gewoon op Colourpops. Nou, laten we gelijk beginnen met een glitterspray. We hebben natuurlijk heel veel verschillende kleuren die je allemaal kunt gaan gebruiken. Let daarbij alleen wel op de zwarte. Want de zwarte glitterspray, daar kun je mee sugaren. Dus dat je hem voelt zitten. Maar die kun je niet aflakken, want dan verdwijnt de glitter. Nou, ik zeg altijd, het voordeel van een glitter is dat glitterspray is dat hij spreekt. Maar het nadeel is ook dat hij spreekt. Je moet eventjes weten hoe die werkt. En dat kan met iedere glitterspray kan dat anders zijn. Je kunt hem namelijk in één keer heel hard indrukken, waardoor je heel veel glitter krijgt. Maar je kunt hem ook nevelen. En ik raad altijd aan om dat de eerste keer als je een nieuwe spray hebt, sowieso van tevoren goed schudden. En probeer hem even uit boven je prullenbakje bijvoorbeeld, dat je ziet wat eruit komt. Nou, en om voor nu
even te laten zien. Je kunt je glitters opvangen in de dop. Zodat je naderhand ook bijvoorbeeld met je fanbrush of met een waaierpenseel of een ander penseel kunt aanbrengen. Ik spray meestal gewoon boven mijn afzuiger. Dat vind ik makkelijker, maar dat is ieder voor zich. Nou, ik ga nu even boven de dop laten zien. Sowieso natuurlijk altijd even goed schudden. En het kan wel eens zijn dat de glitters een beetje statisch zijn. Wat ik dan doe, is hem altijd even loskloppen. En nu ga ik hem in één keer hard indrukken. Het is een nieuwe, dus ik moet heel even... Ja. Dan komt er in één keer ook veel glitter uit. Maar door zachtjes te pompen... Ik weet niet of dat je kan beter zo sprayen, denk ik. Ja, dan, zo beheers je eigenlijk je glitterspray. Ja. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om een nagel full cover te sprayen. Ik pak er heel even een voorbeeldje bij. Ik heb hier zoveel voorbeelden liggen dat ik niet meer weet waar ik hem heb gelaten. Ah, hier heb ik hem. Ik heb hier bijvoorbeeld de glitterspray Cherry Burst gebruikt. En je ziet daarbij het verschil met een zwarte ondergrond, dat is deze, en een roze ondergrond, dat de glitter net iets anders opkomt. En je ziet dus dat het ook leuk is om er boven te nevelen. En hoe ik dat heb gedaan, wil ik je graag laten zien. Ja, ik heb een tip van Fabienne. Fabienne zegt, ik spray altijd boven een bakje. Alle glitters boven hetzelfde bakje. En dan krijg je een hele mooie glittercombinaties van, die je dan weer kunt hergebruiken. Ja, soms zijn alles bij elkaar gegooid. Geeft ook een heel erg leuk effect. Dan zag ik ook nog een vraag of een opmerking van, even kijken. Marianne Agelink, zij zegt, wat een mooie box, die nail art box. Die wil ik wel bestellen. Nou Marianne, als je blijft hangen, zo direct gaan we het huiswerk bekendmaken, want dan kun je misschien wel zo'n hele mooie box winnen. Ik heb een vraag van Stephanie Auburg. Zij heeft geprobeerd de stokjes van de demo tips Colourpops af te knippen, zoals je zei. Maar de tips breken dan. Dus welke tips / maat het beste voor op de kaartjes? Nou, ik zou qua maat dan een nummer 3, denk ik, adviseren. Die is mooi smal. Maar gebeurt het jou ook wel eens, Lynn, dat je gaat knippen met je tipknipper en dat het breekt? Nee, eigenlijk nooit. En ik had een tipknipper mee willen nemen, maar die ben ik vergeten mee te nemen. Ik weet niet of dat we hier eentje in de studio hebben liggen. Oh, Pepijn. Ik ga even voor u op onderzoek. Ik was zo goed voorbereid. maar ik gebruik sowieso altijd een tipknipper, het liefst met een rond mesje. Vind ik sowieso fijner met knippen, omdat je dan minder snel een breuklijn krijgt op het moment dat je echt een tip knipt. Ja, deze heeft een rond mesje. Ja, top. Ik zal hem heel even op topshot houden. Oh, moet ik wel in beeld natuurlijk. Het mesje is naar mij toegericht. Zet hem eigenlijk precies op de overgang. En is het in één keer, tjak, in één keer doorknippen. Je moet niet rustig knippen, dus gelijk. En dan is hij eraf. Dan zou je hier de bovenste randjes nog een klein beetje wat gladder kunnen veilen. En dan is hij klaar. Nou, super handig. En dat doe je dan natuurlijk pas nadat het erop is gezet. Hè? Dus je zet eerst je kleur en je glitters. En daarna knip je dan het stokje los, waardoor natuurlijk ook de tip nog wat meer massa heeft. Zodat hij wat minder snel kan breken. Gemma vraagt, Lynn, waarom is het belangrijk dat je de glitterspray schudt? Nou, de glittertjes, sorry, die kunnen wel eens een beetje statisch zijn, waardoor ze aan elkaar blijven plakken. En dan komen ze niet makkelijk het spreetje uit. Dus altijd even gewoon goed losschudden. En dan heb ik een vraag van Emmy Lou. Ik merk dat het na een tijdje het pompje niet meer goed werk spreekt. Hoe kan ik dit voorkomen en het weer goed werkend krijgen? Hele goede vraag. Nou, hetzelfde verhaal eigenlijk. Goed schudden van tevoren. Soms moet je de glitters even loskloppen. Dus dat je hem echt even met kracht of op de tafel even tikken. Maar wat ook wel eens wil helpen, er zijn bepaalde flesjes. Die hebben, nou, ze hebben allemaal stokjes, zeg maar, in de glitter zitten. Ik zal hem even eruit. Even kijken. Eigenlijk het pompmechanisme, hè? Ja. Wat er kan zijn, zal ik hem even boven topshot houden? Ik denk dat dat fijner is. Deze staven zitten eigenlijk aan elkaar, maar we hebben er ook sprays bij die los zitten. En wat er wel eens kan gebeuren, is dat die stokjes, dat die gedraaid zitten. Dus dat die niet zo zit, maar dat ze zo over elkaar een beetje gaan schuiven. En wat je dan kunt doen, is ze gewoon losmaken, weer recht zetten en dan spreekt hij weer zoals het hoort.
ja. Dan moet je hem wel eventjes zo vullen bij ze ook. Misschien wel leuk om aan jullie te vertellen. We vullen de flesjes en dan draaien we de dop erop. En dan voor de laatste stukje van het flesje draai hem ondersteboven om hem goed dicht te draaien. Want dan komen die beentjes los te liggen. Want die beentjes, als je spreekt, als je erop duwt, doen die beentjes eigenlijk dit. En daardoor neemt hij die glitter op en kan hij die glitter vernevelen. Dus je moet altijd even controleren of die beentjes goed zitten rondom het schachtje van het spuitbusje. En dat ze niet iets gedwaaid zitten. Is dat laatste het geval, terugdraaien en je kunt weer aan de slag. Nou, ik ben wel benieuwd, want we hebben intussen natuurlijk wat uitstapjes gemaakt. Wat ga je nu doen, Lin? Ja, een glitter, een nagel vol sprayen, dat is niet zo heel moeilijk. Dus gewoon vol sprayen. Maar wat ik wil gaan laten zien, hoe je hem vanaf je cuticle naar beneden kunt laten vallen, de glitter, zodat je een mooie glitterfading gaat krijgen. En ik spray altijd mijn glitters in een topgel. En waarom? Sommige kleuren zijn heel sterk gepigmenteerd en dan gaan de glittertjes, als ik die gelijk in de natte kleur zou sprayen, zakken die helemaal in de kleur. En dan kan het zijn dat je kleur daardoor niet lekker uithardt. Dus ik ben zelf een voorstander van of één of twee laagjes gel polish aan te brengen, deze uit te houden, dan een laagje base en top en daar spray ik in. Spray ik nou met een mermaid spray, dan wil ik die nog wel eens een keer in de kleur sprayen, maar just to be sure zou ik hem altijd in de topgel sprayen. Dan weet je zeker dat je geen problemen krijgt met de uithouding. Nou, ik ga nu werken op een zwarte kolenpop, en dat is wat lekker snel. Ik breng een laagje base en top aan. Zo. En als base en top is een wat flexibele topgel, hè? Ja. Heeft ook geen UV-filter en zeker op donkere kleuren vind ik dat heel prettig. Als ik namelijk hier op zwart een Supreme Finish of een Magic Shine gebruik, dan zie je als je buiten staat een paarse gloed op je nagels. En dat vind ik niet zo mooi. Nou, ik ga nu met de Mermaid Glitter sprayen. Dat is een fijne glitter. En ik hou de nagel altijd een beetje naar beneden gericht. En met de spray, ik ga niet zo heel dichtbij sprayen, maar om aan te wijzen, richt ik op dit stuk. En dan ga ik nevelen, dus ik duw hem niet heel hard in. Moet ik wel goed mikkel in. En ja, dan zie je waterval. Dat geeft natuurlijk een prachtig effect, hè, op zo'n zwarte ondergrond. Ja. Nou, dit zit erin. Dan ga ik hem uithouden in de lamp. Even 10 seconden. Dus genoeg voor nu op een kolenpop. Doe je het op een klant, zou ik 30 seconden aanhouden. Ik krijg van Stephanie de opmerking, het zou sowieso leuk een keer zijn om achter de schermen een uitzending te maken. Bijvoorbeeld in de fabriek, of bij ons heet dat de productieafdeling, of is dat top secret? Nou, dat is wel top secret, maar in het seizoen daarvoor, dus dat was seizoen 6, nee, het vijfde seizoen, het gaat zo snel, van Neil Talk Live. Daar hebben we een aantal clips, heeft Jaap gemaakt, van behind the scenes, bij onze sleeve machine, bij al de verschillende machines. Dus daar kun je dat in ieder geval terugvinden, als je dat leuk vindt om te bekijken. Dan was er een vraag of een opmerking van Whitney van het Voort. Als die beentjes gedraaid zijn, werkt het nog wel op zijn kop, de spray. Dus dat is, dat is een goeie van je, dankjewel. En Stephanie Auburg vraagt, welke glitterspray heb je nou gebruikt? Nou, Stephanie, als het goed is, moet jij dan weten. Ik heb de Blue Green gebruikt. Dat is echt mijn favoriet. Die gebruik ik overal op. En die heb ik ook nu gebruikt. De Blue Green. Ja, wordt nu ook door Nicole gevraagd welke kleur spray was het. Dat was dus de Blue Green Glitter Iris spray. Ja. Ik zal wel in de comments even het nummer opzoeken en erin zetten voor jullie. Ik heb een staaltje meegenomen. En dan ga ik jullie ook even laten zien wat de effecten zijn op verschillende kleuren. Kijk, we hebben bijvoorbeeld... Ik ga nu van de hak op de tak, dus sorry als jullie me niet meer kunnen volgen. Ik heb ze even op topshot. Ik heb hier gewone glitterspray. Dat is de Blue en de Pink Iris. Dat is een transparante glitter. Dus die wordt beïnvloed door de ondergrondkleur. Ga ik je zo meteen voorbeeldjes van laten zien. Want we zijn nu met de Mermaid glitters bezig. En ik heb er 3 meegenomen. We hebben de Multi, die heb ik niet bij me. Maar we hebben ook de Red Gold, de Blue Violet en de Blue Green. En zo in het flesje lijken ze allemaal wit, maar als je hem dan gaat bewegen, dan zie je de glans er al in zitten. Nou, en ik heb daarvan verschillende voorbeeldjes meegenomen. Ik heb op de achterkant van mijn tips geschreven
welke topgel erop zit. Maar dit zou je bijvoorbeeld ook op je kaartje in je displaybox kunnen doen. Ik ze heel even sorteren. Ik heb op deze vier tips zit een Red Gold glitterspray. En dan zie je dat je op iedere ondergrond krijg je een ander effect. En deze glitters heb ik afgelakt. Je kunt er ook mee sugaren. Dat zal ik je zo meteen laten zien. Dit is de Blue Green, waar ik net mee heb gewerkt. Nou, je ziet op zwart hè, dat hij ook echt blauw, ja, wat meer blauwgroen is dan op de andere kleuren. Maar ik vind hem zelf ook heel tof op roze. Nou, dit is de Multi. Gewoon een mooie multiglitter. Vind ik vooral ook heel mooi op die lichte tintjes. En dan heb ik nog Blue Violet. Die lijkt een beetje op de Blue Green, maar die is wat minder heftig. Ja, is minder kobalt. Ja. En wat hierbij ook heel tof is, om die glittersprays, die mermaids, bijvoorbeeld op je rubberbeest te gebruiken. Ja, dit is heel mooi als je van nude kleuren houdt natuurlijk, hè? Ja. Dus dan heb je toch een extra effect, toch een mooie glitter, maar niet te opvallend. En nu onder camera blinken ze natuurlijk de pan uit. Maar in real life, natuurlijk, glitter is ook heel mooi, maar het is echt niet super heftig. Het is gewoon een heel mooi accent. Even voor mijn informatie, want je zegt je gebruikt dat dan op een rubberbase basiskleur. Mm-hmm. Wat voor een extra prijs zou je daarvoor vragen voor zo'n glittereffect over die rubberbase? Bedoel je dan op alle nagels? Of dat je bijvoorbeeld... Ja, op alle nagels. Ik zou misschien wel €5 extra vragen. Ja, 2,50. Kijk, zo verdien je het ook op een gegeven moment natuurlijk terug, hè? Ja, je zou bijvoorbeeld 50 cent per nagel kunnen rekenen. Ik denk dat je dan wel een mooi uitgangspunt hebt. Want als je dan 10 nagels zit je inderdaad op €5. Willen ze alleen maar op 4 nagels bijvoorbeeld, op de ringvinger en de middelvinger op iedere hand. Nou, dan zijn ze €2 extra kwijt. Ja, dat is nog wel goed te overzien en ook goed te doen. Ik heb een vraag van Livas. Haarmode en nagelstudio Klazina Veen. Ik buffer de pops altijd, maar ik zag dat Linda dat niet deed. Is dat niet per se nodig? Nee, dat is niet nodig. Ik buffer ze ook eigenlijk nooit, de kolenpops. Want ja, plastic hecht heel goed op plastic. Dat is altijd een beetje mijn motto. En die kolenpop is plastic en acryl of gel is natuurlijk ook plastic. Buffer jij ze wel eens, Lin? Eigenlijk nooit. Nee, eigenlijk niet. Soms wil ik een zwarte tip nog wel eens buffen. Als ik daar dan ook nog iets met zwart op ga doen, met een liner gel of zo. Zodat ik het dan wat makkelijker zie. Maar over het algemeen, nee, buff ik ze ook eigenlijk nooit op. Oké. Okay. En Patricia Dijkstra zegt nog eventjes, ik zit op de helft. Dus bij haar zit 25 cent per, als je een glittersprayetje aanbrengt. Ik zit hier even naar Whitney te kijken. Zij vraagt, Lin, zou je de rubberbase dan ook op een powergel nagel doen? Of dan gewoon een nude kleur eronder? Dus als je een powergel nagel maakt, doe je daar dan de rubberbase op of doe je daar dan gewoon een nude kleur op? Nee, ik zou daar dan een nude kleur op doen. Dus ik zou dan de rubberbase ook echt voor de rubberbase behandelingen houden, dus voor de shorties. En heb jij een powergel nagel gemaakt, dan zou ik voor een nude tint kiezen. Of het moet zijn dat je de rubberbase kleur heel mooi vindt, kan er natuurlijk wel overheen, maar ik zou dat zelf niet voor kiezen. En dan heb ik nog een vraag van Kirsten aan mij gesteld. Dat opbuffen, denk ik dat het over gaat van die kolenpop. Doe je dat ook niet als je met acryl werkt? Nee, bij acryl is het zeker niet nodig. Wat je dan zou kunnen doen, Kirsten, is gewoon met een nat acrylpenseel, niet zijknat, maar een beetje nat, over die kolenpop heen gaan, want dan wordt hij al stroever. En dan kun je daarna gewoon direct met je acryl erop werken. Werkt super, super makkelijk. En even kijken, ja. Ja, ik denk dat we weer bij zijn. We zijn weer bij. Dus dat betekent dat we weer naar jou gaan, lieve schat. over de pink en blue iris. Ik had ze net al eventjes benoemd. Ik heb ze weer even van de topshot. Dat zijn deze twee glitters. Deze zijn dus ook transparant. Dus de ondergrond gaat ervoor zorgen dat de glitter heel anders overkomt. Ik heb daarvan ook een aantal tips. Kolenpops bedoel ik. En ik heb ze hier even gewoon op een transparante kolenpop. Deze is blauw, maar die heet de pink. En dit is de blue iris. Ja, heel logisch. Ja. en het leuke daarvan is dus dat verschil op die tips. Dit was een transparante ondergrond. Hier heb ik ze op zwart. Dat is net wat feller, hè? Ja. Nou, nu heb ik hier verschillende. Kijk. Ja, is toch superleuk. Eigenlijk moet ik hem zo laten zien. Dit is dezelfde kleur die eronder zit. Dit is dus de pink iris, dit is de blue iris. Hier heb ik gesugard en deze heb ik afgelakt. En wat heb ik dan gedaan? Ik heb de glitter gesprayed in de topgel. Die heb ik uitgehard.
Daar heb ik een laagje rubberbase overheen gezet. Om ervoor te zorgen dat die is wat voller. Dus om de glitters wat te cappen. En daar overheen heb ik een topgel gezet. Doe je alleen één laagje topgel, dan kan het wel eens zijn dat je nog glittertjes voelt. En dat vindt niet iedere klant prettig. Dus vandaar dat ik ervoor kies om eerst een laagje rubberbase of buildingbase af te lakken. En daar overheen je topgel. Ja, want daar komt toevallig ook van Tineke van Dijk een vraag over. Je doet de spray in een topgel. Is dat eentje met of zonder plaklaag? Nou, dat is dus afhankelijk van of je hem gesugerd wil dragen, dus grof. Dan spray je in een topgel zonder plaklaag. En wil je hem ingekapt, dan doe je het in een topgel met plaklaag. Zoals de bezemtop. Ja, dat klopt. Nou, ik heb nog wat meer voorbeelden gemaakt om te zien wat de effecten kunnen zijn van de pink en de blue iris. Het is ook handig dat ik ze allemaal gesorteerd heb. Maar dus eigenlijk met twee verschillende sprays kun je heel veel verschillende soorten nagels maken. Ja, en dit is echt heel cool. Hè? Dit is ook, ik vind dit heel erg, doet me dit aan de lente denken. Ja, en daar had ik ook alweer zin in, Pepijn. Ja, dat snap ik. En we komen net weer allemaal uit die donkere kleuren, hoewel ik dat ook nog steeds heel mooi vind. Maar ik heb eigenlijk al wel weer zin in die lichte kleurtjes. Dus vandaar dat ik ze ook mee heb genomen. En je noemde net al de rubberbase clear. Afgelakt, dat vraagt Kirsty, afgelakt met rubberbase clear. Ja, dat doe je als je dan een glad resultaat wil. Dus misschien is het toch handig dat je dat eventjes laat zien, Lin. Ja, dat is geen probleem, ga ik doen. Nou, ik kan trouwens wel eventjes... het is ook wel leuk als ik hem dan ook echt spray, hè. En Kirsten vraagt, schaaf je de glitters er niet af bij sugeren? Bijvoorbeeld als je in je zak net de grits grijpt of iets dergelijks. Dus als je in contact komt, dat schaapt het eraf? Nee hoor, het wordt wel ietsjes minder scherp. De eerste twee dagen zijn de glittertjes nog scherp. Zou ik ook afraden om een panty te dragen of in ieder geval wel voorzichtig te doen. Maar na de rand gaat het hele scherpe gaat er vanaf. Dus het valt wel mee, maar het blijft wel heel goed zitten. Even kijken. Ik ga ervoor zorgen dat er een laagje bezemtop op mijn kolopop zit. En wat ik ook zou doen, alle gels die je voor glitters gaat gebruiken... Dus of je nou een topgel hebt, of bijvoorbeeld een building of een rubberbase, zet daar een stipje op of een geetje op. Dat doe ik altijd, te geven een glitter. Zodat ik die ook echt alleen voor glitters gebruik. Het is namelijk heel vervelend als je een topgel hebt en je hebt net iemand op iemands nagels glitters aangebracht. Je hebt die mooi afgelakt en die klant daarna die wil een mooie Ferrari rode nagel en die ga jij aflakken. Er zitten allemaal glitters in de topgel. Dus ik zou je altijd aanraden om een aparte glittertopgel te gebruiken en een aparte glitterbase. Nou, ik heb de base top zit op de kolopop. Ik ga sprayen. Nou, ik maak er gewoon full cover. Als ik nu bijvoorbeeld een laagje Supreme Finish of Magic Shine had gebruikt, dan zou dit het eindresultaat zijn als hij uitgehard is. Dus dan is hij gesugerd. Nu zou hij gesugerd zijn. Alleen zou ik daar dan voor wel een topgel zonder plaklaag gebruiken. Deze hadden we uit. Dat doe ik normaal gesproken 30 seconden, maar we zijn nu op een kolopopje aan het werk, dus 10 seconden is wel genoeg. Ja, dus nog eventjes over het sugar effect. Veronica vraagt dat ook. Dus als je voor het sugar effect gaat, welke topgel zet je er dan onder? Dan gebruik je inderdaad een topgel zonder plaklaag, dus Supreme Finish of Magic Shine. Want anders krijg je een gesugerde nagel die een beetje plakkerig is. En je krijgt die plakker niet goed af met Prep & Wipe. Dus je wil eigenlijk dat die glitters worden totaal deel van die basislaag, zonder dat je plaklaag hoeft te verwijderen. Dus sugaren wil zeggen geen plaklaag. Incappen wil zeggen wel plaklaag. Nou, ik heb de nagel eens uitgehard. Hè, dus nogmaals, zo zou hij eruit zien. Ja, zonder dat is ook een al topgel. Heel mooi, hè? Ja, ik vind het prachtig. En deze kleur is ook heel mooi in combinatie met de Chuck Berry gel polish. Ah, leuk. Nou, de losse glittertjes, die borstel ik even af met de fluffy brush. En dan gaat er een topgel op zonder plaklaag. Ga je nu de topgel doen? Nee, ik ga het rubberbase doen. Ja, die vergeet ik. Want hij is dus nu een beetje grof, hè, die nagel. En dat die grofte van die glitters, die wil je egaliseren. En daar gebruik je dus rubberbase clear voor. Ik vergat hem bijna. Nou, ik ga nu dus de rubberbase aanbrengen. En natuurlijk de clear variant.
En ik heb hier ook echt op de dop een G'tje bij staan. Daarvoor weet ik dat die voor mijn glitters is. Ik zorg ervoor dat ik genoeg heb aan één kant van mijn kwastje. Lekker vol lakken. Ja. En ik neem hem mee naar beneden. Een beetje te weinig. En dan voordat ik in de lamp ga, laat ik hem ook heel even egaliseren. Dus een beetje self-levelen. Ja. Je zou hem eventueel ook op zijn kop kunnen houden, hè, mocht dat nodig zijn. Dan zet ik hem even 10 seconden in de lamp. Het is een transparant product, dus als de topgel er overheen gaat, pakt hij alsnog zijn uithouding wel. En dan ga ik er nu op het einde met een topgel overheen. Ja, het is prachtig. Ja, het is echt glittertje echt tegemoet, hè? Ja, ik vind het een hele mooie glitter. En dan gaat hij gewoon 1,5 minuut in de lamp. Nou, en wat handig is, als je boven de dop spreekt van de glitterspray, hè, dan vang je de glittertjes dus op. En dan kun je heel makkelijk met je fijnbrush, kun je daarmee een beetje glitters oppakken. En dan kun je hem ook aanbrengen, bijvoorbeeld alleen bij de cuticle. Zal ik dat ook even laten zien? Ja, mag ik eerst even weten welke glitterspray dit was? Want er wordt mij gevraagd welke glitterspray is het en wat is het nummer? Het is de Mauve. 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 En de code is een beetje weggevallen, maar ik denk de 13089. 13089? Nee, 13809. Ik ga het opzoeken, ik zet het in de comments. Dus in ieder geval glitterspray Mauve. En ik ga het even opzoeken in mijn telefoon. Ik ben zo bij jullie terug. Dus Lynn, jij ging nog iets anders laten zien? Ja, ik ben even wat glitters in de dop aan het sprayen. Zo, het is een vrij nieuwe spray, dus er zit nog niet zo heel veel glitters in. Als je hem dus zo op zijn kop bewaart, kun je dus deze glitters ook gebruiken. Pak ik weer even mijn zwarte kolop op. Ik breng weer een laagje base on top aan. Volgens mij begint de glitterspray altijd met 1,18. Astrid vraagt, ik heb geen transparante rubberbees. Is hier een alternatief voor dan? Ja, in principe kun je iedere transparante gel gebruiken. Topgel uit de pot bijvoorbeeld is transparant en is wat dikker, viskeuzer. Building base clear kun je gebruiken. Je zou natuurlijk ook meerdere laagjes base en top kunnen gebruiken om het op te egaliseren. Maar ook een gewone gel. Maar ik zie dat er dan al een behoorlijk aantal van jullie aan het reageren zijn daarop. En welke glitter was die blauw-groene ook alweer? Dat was de Blue Green. Ja. En die had ik al ingezet, maar ik ga het nog een keertje opzoeken voor je. Nou, ik heb de Colourpop is uit de lamp. Ik heb de bezeltop is even 10 seconden in de lamp geweest, dus ik ga nu op de plaklaag werken. Ik pak nu de fanbrush, of de peacock brush, wordt die ook wel genoemd. Daarmee haal ik wat glittertjes uit de dop. En die dep ik nu in de plaklaag bij de cuticle. En dit is heel subtiel, maar ik vind het altijd wel ook een heel mooi effect. Wat je ook nog kunt doen, is dat je zo'nzelfde watervalletje, wat ik net heb gemaakt, met sprayen, kun je ook op deze manier aanbrengen. Door zo steeds wat meer glitters mee naar beneden te nemen. En dan krijg je eigenlijk een soort van gelijk effect. Dit zet ik even vast in de lamp, 10 seconden. En dan gaan daar weer 2 laagjes overheen. 1 laagje rubberbase, 1 laagje topgel. Super cool. Sylvana vraagt, wat is het verschil tussen een glitterspray en een potje? Zeg maar, behalve dat er een spray er nog een extra werking van is. De glittersprays die zijn heel erg fijn. De glitter die daarin zit zijn heel klein, daardoor laat hij zich zo mooi vernevelen. In tegenstelling tot wat in een potje zit, is vaak wat grover. En daarnaast, dat die glitterspray, we hebben dat uiteindelijk op de markt gebracht, zodat je in één keer ook meerdere nagels kunt voorzien van glitter. Dus het is met name een
gebruiksgemak. Haha, duurt even voordat ik er ben. Gebruiksgemak. Even kijken. De spray is zo mooi. Volledige uitharding. Ondanks het aflakken blijven de glitters mooi, merkt Patricia op. Ja, dat is inderdaad heel erg mooi. De transparante glitters die versmelten, hè? Zoals je dat liet zien in het begin, Lin. Ja. Dus de mermaid glitters die versmelten voor de helft. Terwijl juist de metallic glitters, die komen heel erg, worden die versterkt door de topgel. Ja, klopt. Ik zou wel ook alleen op het moment dat je zeg maar een full cover. Op het moment dat je gaat sprayen, zou ik wel voordat je de lamp in gaat, even bijvoorbeeld met een fluffy brush de losliggende glitters in de cuticle. Die zou ik even verwijderen. Dan zet je 10 seconden vast in de lamp en daarna ga je de topgel eroverheen. Want anders krijg je zo'n van die opgehoopte glittertjes bij de cuticle. Dat is ten eerste niet mooi en daardoor zou het product ook een beetje kunnen gaan liften. Ik denk dat ik eigenlijk bijna alles over de glitters al wel verteld heb. Ja. Ja, ja, ja. Ja, je kunt natuurlijk met glitters kun je uren doorgaan, hè? Ja. En we hebben natuurlijk ook zo lekker veel. Ja. Want ik heb hier nog, ik heb ze onder topshot. Dit zijn de Crushed Metal Flakes. Nou, die kun je heel leuk met een detailer 3 en daaraan bijvoorbeeld wat topgel kun je die ook bijvoorbeeld bij een cuticle leggen. Dan krijg je een beetje het effect wat ik hier bovenin heb liggen. Hier zit ook nog een pigment bij hoor. Laat ik zo meteen zien hoe ik dat heb gedaan. Maar je kan hier ook mee weer een full cover nagel maken. Misschien is het wel leuk als ik dat ook even laat zien. Dit is bijvoorbeeld dat kitje. Ja, dat is leuk. Ja, laat dat maar even zien. Ik heb nog een vraag van Kirsten. Jij bedoelde of de topgel volledig gaat uitharden voordat je met je glitters opgaat? Nee, je topgel kun je gewoon, die hou je nat, dan doe je de glitters erop en dan hard je hem even 5 tot 10 seconden uit. Transparante topgel is transparant, dus daar gaat het licht heel snel doorheen en daardoor hardt het heel erg snel uit. Dus hoe transparanter een product, hoe sneller het uithardt. En daarna ga je er natuurlijk nog met de topgel overheen. En dan pak je eigenlijk weer de uitharding mee. Dan vraagt Wil, Pepijn, kun je alweer zitten? Nou, daarop is het antwoord kort en bondig, nee. Maar als ik sta en ik blijf een beetje bewegen, dan blijft het enigszins doorbloed. Maar het was een behoorlijk geval van die trap. We zijn 2 weken verder en toen toch steeds heel veel pijn. Maar goed, maakt niet uit. Even kijken. Huiswerk, vraagt Sylvana. Ik heb er al zin in. Ja, dat gaan we zo direct doen, hè? Ja. Huiswerk. Want je gaat eerst even laten zien hoe je full color die leuke glitters aanbrengt. En Wil Smit zegt nog de beste wensen voor iedereen. Nou, iedereen heeft elkaar al de beste wensen gewenst. Maar natuurlijk, laten we hopen dat 2021 een geweldig jaar gaat worden. En we gaan weer terug naar Lin. Nou, ik ben ondertussen heb ik wat rubberbeest op mijn paper palette gedaan. En ik zou normaal gesproken nu ook echt een glitterpenseel pakken, alleen die heb ik niet bij me. Dus ik heb gewoon mijn normale gelpenseel. En ik pak even een zwarte kolop op, vind ik toch mooi, hè? Niels bij Elvisa zegt, wauw, dat is echt mooi, dat pakketje. Welke is deze pakket glitter? Hoe heet deze? Dat is de Crushed Metal Flakes, of de Metal Flakes. En dit is de code, je kunt een screenshot maken. Dat is, de 1-1 dat is slim van je. 8893, nou, hè? Ja. Vond ik zelf ook. Ja, ik zet het er toch ook even bij. Nou, ik heb een kolop op. Ik heb mijn paper palette. En mijn glittertjes. En wat ik doe, ik neem gewoon best wel een hoeveelheid gel op. Even boven het zwart houden, zie dat ik best wel een kloddertje heb. En die dep ik in de glitter. Zodat hij de glitter eigenlijk opzuigt. En dan breng ik hem lakkend aan. Leuk. Op de nagel. Ik vind die crushed flakes wel echt heel erg mooi. Ja. Ik zelf ook. Ze zijn wat groter, dus die fonkelen wat meer, net als spiegeltjes. Ja. En ik vind ze eigenlijk heel subtiel bij de cuticle ook heel leuk. Maar zo'n full cover vind ik ook leuk. Ik doe dat meestal wel in 2 laagjes, want je ziet nou ook, je krijgt een beetje wat open stukjes. Nou, mijn gel en mijn penseel is op, het is natuurlijk ook een lange nagel. Dus ik neem wat erbij. Dus dan zie je dat deze glitters, die zijn natuurlijk hartstikke leuk voor inlay. Maar ook gewoon op een kortere nagel, full cover, is het ook gewoon hartstikke leuk. Het wordt wel wat grover, hè, zie ik op camera 7. Als ik vanaf de zijkant kijk, dat het ietsjes grover is. Ja, het is ook een wat grovere glitter, dit. Dus je houdt daar wel ook rekening mee
met het bouwen van de nagel. En ik zou zo meteen zou ik nog een extra, als je hem echt helemaal dekkend wil hebben, ga ik dit eerst uithouden, zou ik het tweede laagje aanbrengen. Ja. En daarna ga je hem alsnog weer cappen met de rubberbees. En dan voel je de glitters nagenoeg niet. Nee, dus dan is het wel belangrijk om je te realiseren dat je dus wel je basisnagel, waar je dat dan op aanbrengt, dus iets dunner houdt dan wanneer je alleen maar een laagje gelpolish zou aanbrengen. Want het geeft natuurlijk iets meer massa. Dus laten we zeggen, normaal gesproken is een nagel 100%. Denk dan 20% dunner, zodat je 20% bufferruimte hebt, zodat je die laagkleer met die glitters kunt aanbrengen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer je een gelpolish nagel natuurlijk maakt. Je moet eigenlijk voor je bedenken, er gaat nog een laag overheen. Dus hij wordt nog wat breder, hij wordt nog wat dikker. En dat is bij dit dus ook het geval. Maar dat neemt niet weg dat je een prachtig schitterend effect gaat krijgen. Ik denk, zie ook wel bij mezelf, Lynn, daar leuk dan een airnails masking op en dan eroverheen sprayen en dan zwart aan de zijkant, zo'n Twilight Zone van Jessica en dan een zebra print en dan daar weer leuk chrome en pigmenten op. Oh. Nou, ja, goed idee. ik zal ook laten zien hoe ik ze alleen bij de cuticle aanbreng. Dan kan je zien dat je ze ook heel plat kunt verwerken. Ik had hier al een gelakte kolop op. Als ik dan met mijn detailer 3. Met welke gel pakte jij nou die crushed flakes op toen net? Met de rubberbees. Met de rubberbees. Oké, maar dat werd even omgevraagd. Zowel door Sue als door Veronica. En Alida, daar kun je ook de gel uit de pot voor gebruiken of building base. Dat is geen probleem, kan. Ja. Nou, ik breng nu een heel klein beetje rubberbees aan. Gewoon om te zorgen dat ik wat plak heb. En deze kleur die is al helemaal afgelakt, uitgehard, die is helemaal klaar. Normaal gesproken zou ik op de plaklaag werken, maar ik had deze kolopop al bij. Ja. Super handig. Ja, dus ik zorg ervoor dat er een klein beetje gel aan mijn penseel zit. En dan pak ik meestal gewoon zo uit het potje. Kijk, ik pak echt maar een paar glittertjes op. Mm-hmm. En die kun je dan ook gewoon leggen waar jij ze leuk vindt. Mieke van Hoeien merkt op, je moet de glitters wel blijven zien, Pepijn Borel. Ja, dat weet ik. Maar dat is ook wel, ik zie het helemaal voor me hoor, in mijn hoofd. Is de rubberbees uit de pot er al? Nee, die is er nog niet. Zodra die er is, ga ik dat aan jullie laten weten. Carmen zegt ook, ik zie ook allerlei airbrush opties. En Irene Vossen merkt op, juist leuk die open stukjes in die full cover nagel. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, soms wil je gewoon alleen maar glitter. Mm. Nou, ik vind zelf die open stukjes ook heel leuk hoor. Maar kijk, ik heb ze nou... Blijf maar een beetje in het midden. Ja. Dat was me net voor. Kijk. Toch zou ik dit niet snel bij elkaar combineren, maar het is wel heel leuk. Ja. Dat blauw met dat groen. Maar zie je dat dit ook echt heel plat is? Ja. Ik ben hem bewust even alle kanten. Dus ondanks dat het zo'n grove glitter is, kan je hem ook heel plat gewoon aanbrengen. Nou, dit zou ik even 10 seconden vastzetten. Daarna doe ik weer een heel dun laagje rubberbees daar overheen. En dan zou ik hem weer helemaal cappen met een topgel. Dus ik pak nu weer een klein beetje rubberbees aan mijn penseel. Oh, ik pak de verkeerde kolop op. Deze was het. En dan breng ik de rubberbees eigenlijk alleen aan over de glitter. Een interessante vraag van Christel. Vraag je dezelfde prijs voor een full cover glitter als je, of een andere prijs als je het alleen langs de cuticle doet? Daar zou ik wel een andere prijs voor vragen. Dus full cover had jij gezegd 50 cent, dan zou dit 25 zijn? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En wat ook altijd heel leuk is om je... Kijk, ik zal eerst even vertellen. Ik heb hier rubberbees op aangebracht. Maar ik heb het bolletje eigenlijk wat ik neer heb gelegd, heb ik wel een beetje naar beneden geblend. Dus niet dat je hier zo'n dikke bobbel gaat krijgen van de rubberbees. Mm-hmm. Oké, dit doe ik ook even 10 seconden. En daarna gaat de topgel erop. Nu zei je net iets, Pepijn, daar wou ik iets over zeggen, nou weet ik het niet meer. De prijsstelling? Oh ja, wat ik zou doen om je klanten ook bekend te maken met de glitters. Want vaak als je zegt, bijvoorbeeld dit potje zo laat zien, zou ik deze glitter erop doen... Vinden ze heftig. Nou hebben ze als het goed is al je voorbeelden, hè, want je gaat nu allemaal die voorbeeldjes maken, hebben ze al gezien. Maar om ze er bekend mee te maken is het ook altijd leuk om zo één keertje te zeggen van joh, je krijgt een leuk glittertje van mij. Hè, ze zien het, ze denken het is leuk, ze krijgen de complimenten over door familie, vrienden of in de supermarkt. En de volgende keer willen ze het op allemaal en heb jij je glittertje weer verkocht. Dus ik zou ook af en toe een keertje iets weggeven. Alleen geen gewoonte van maken. Nou, de rubberbees is uitgehard. En dan lak ik hem af.
Sheila zegt in de comments dat ze snel terug moet met haar dochtertje naar het ziekenhuis. Ze is net gebeld door de dokter. Heel veel sterkte, heel veel beterschap. We zijn allemaal in gedachten bij je. Dus zet hem op. Snel gaan. Nou, ik heb de topje al aangebracht. En zoals je ziet, zie je echt niks van de rubberbees. En je ziet ook dat hij mooi plat is gebleven. Ja. Dus nu gaat hij volledige uithoudingstijd in de lamp. Ja, het is echt heel schattig, dat blauw bij die cuticle. Leuk, hè? Had ik nou echt nooit bij dat groen gedaan. Nee? Nee. Af en toe heb ik gekke dingen. Ja, hij doet wel vaker gekke dingen. Nou ja, ik denk dat we naar de... Oh ja, wacht even. We hebben natuurlijk ook de mirror. Ik blijf dat zo'n lastig woord vinden, zo omdat ik Brabants ben. Mirror. De mirror inlays en de metal inlays, die zijn ook heel leuk als full cover. En daar heb ik ook voorbeeldjes van gemaakt. Ja, en ook als fading, hè? Want toen net vroeg er iemand of je ook een fading kunt laten zien. Ja. Vanochtend had je hier een fading mee gedaan, geloof ik. Dat was ook wel vet leuk. Ja, ik heb bij deze, ik heb daar straks heb ik deze fading laten zien. Waar ben je? Ja. En dat gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Ik kan hem wel even laten zien, hoor. En ik heb op deze tips, heb ik zeg maar een full cover en een fading ernaast. Dat heb ik met alle kleurtjes zo gedaan. Dus mocht je die glitters in huis hebben, is het ook leuk om zo voor je klanten te doen. Nu heb ik dit natuurlijk allemaal op zwart gedaan, maar ik heb ze ook op licht aangebracht. Ja, super schattig. Dus kan ik wel even laten zien, hoor. Ja, ik heb in de tussentijd een vraag van Desiree. Ik gebruik nog steeds geen rubber base, maar kan ik deze ook als base onder de fiberdeels gebruiken? Ja hoor, Desiree, dat kan. Het werkt als een tierenlier. Vooral proberen. En heel veel mensen wensen natuurlijk sterkte aan Sheila. Dus we hopen allemaal dat dat goed komt. Ja, laten we maar even lekker naar zo'n kleine leuke veding gaan kijken. En Annemarie Joosten zegt, ik reken eigenlijk nooit wat voor glitters. Ja, dat is wel een fout die ik wel herken. Mm-hmm. Ik deed dat ook niet altijd. Maar eigenlijk moet je je klanten gewoon op de juiste manier daarin opvoeden. En dus eigenlijk ook jezelf een beetje in opvoeden. Want ja, het is natuurlijk wel een extra handeling. En een extra handeling, want bij jou in de salon verkoop je eigenlijk je tijd. En een handeling kost tijd. Dus daar staat tegenover dat daar voor gerekend zou moeten worden. Ja, ik weet het is lastig. Op 18 januari ga ik samen met Cheryl live en dan gaat het over verkooptechnieken. En dan zou ik ook eens met haar praten over hoe moet je dat nou aanpakken als je bijvoorbeeld nu nog geen geld ervoor vraagt en je wil dat wel gaan doen. Cheryl is zich echt aan het ontpoppen als business coach en je hebt er vast een goed antwoord op voor ons. Even kijken, Colourpopjes. De Colourpops tekort wordt er gezegd, ja ik ook. En Marisa wil ook graag een fading met twee kleuren glitters in elkaar. Maar je gaat sowieso straks nog twee kleuren chrome ook in elkaar veden, hè? Ja, die ga ik ook in elkaar veden. En eigenlijk met de glitterspray is het gewoon boven elkaar sprayen. Dus het ene richt je richting cuticle en de andere richt je op de helft. Eigenlijk is het best wel redelijk makkelijk. Zal ik de mirror inlays even laten zien? Ja, leuk. Ik heb vanmorgen heb ik deze gemaakt. Hier heb ik hem gecombineerd met de glitter gel polish. En ik zal er nu eentje met de glitter gel polish laten zien en eentje zonder. Nou, de roze hadden we al gedaan. Dus dan ga ik nu een lila pakken. Er zit een vlekje, maar die zie je straks toch niet meer. Ik breng nu gewoon even base en top aan. Doe ik even 10 seconden in de lamp. Annabel Espinoza zegt over dat geld vragen. Als je een pizza margarita bestelt en je vraagt extra topping, moet je daar ook extra voor vragen. Dat is voor ons ook natuurlijk, nail art is eigenlijk voor ons hetzelfde. Maar ik kreeg ook nog van Stephanie de opmerking. Ik ben altijd blij als ze al iets extra's willen, behalve nude, nude en nude. En dat snap ik, want daardoor is het ook zo verleidelijk om het gewoon te geven. Dus daarin moet je klanten een beetje opvoeden en ook dus jezelf opvoeden. Maar dat komt vanzelf weer. En er wordt ook over die vergelijking van Annabel gezegd, een briljante vergelijking. Ja. En de huiswerkopdracht is nog niet behandeld, die behandel ik na deze nagel. Dus Lynn zit er al klaar voor en daarna het huiswerk. Nou, ik heb dus deze top aangebracht en ik ga nu op de plaklaag werken.
mijn glitter erbij. En ik ga dit doen met fluffy penseel. Ik heb daarbij in de glitters. Je had hem niet uitgehard. Ik had hem wel uitgehard. Je had hem wel uitgehard. Dus in de plaklaag van de gel. In de plaklaag. Ah, oké. Nou, en je ziet met die fluffy brush pak je heel makkelijk glitters op. En nu heb ik eigenlijk ook een fading, hè? Want ik heb het onderste gedeelte niet gehad. Ja. Nou, je zou de fluffy brush, die pakt de glitters goed op. De grote glittertjes wilt hij wel eens een beetje laten liggen. Die pak ik dan meestal nog los met de detailer 3. Dat ga ik zo meteen ook laten zien. Maar deze kan ik, nu heb ik dus een fading. Dan zou ik nu in de lamp gaan. Ik ga hem even vol koffer maken. Gemma vraagt, hoe maak je de fluffy en de fanbrush weer schoon van al die glitters? Goeie vraag. Niet? Oh, okay. Nee, grapje. zal ik je zo laten zien. Dit gaat even 10 seconden in de lamp. Even wel een beetje plat duwen. Zo. Nou, zoals je nu ziet, is mijn fluffy brush lekker geglitterd. Ja, ziet er wel gezellig uit, moet ik zeggen. Ja, daarom zei ik ook niet. Ik vind het zo leuk. Ja. Maar ik veeg hem gewoon af op een brush swipe. En is hij nou echt heel erg vies? Er zitten heel veel fijne glittertjes in. Kijk. Dan, dan kan je hem ook met gewoon een beetje water en zeep kan je hem schoonmaken. Wel goed laten drogen voor het volgende gebruik natuurlijk. Maar het gaat er heel makkelijk weer uit. En datzelfde geldt voor de fanbrush. Kun je gewoon afborstelen. Nou wil ik ook even een fading laten zien. Met dezelfde glitter. Ik ga eerst even mijn tafel ontglitteren. En Nicole vraagt, hoe krijg ik mijn fluffy weer schoon als er nog restjes gel in zitten? Ik denk met een klein beetje prep en wipe. Gewoon een vrij droge brush wipe met wat prep en wipe en hem dan daar overheen halen. Om hem een beetje schoon te krijgen. Zeg ik dat goed, Lynn? Ja, helemaal mee eens. Zo doe ik het ook. Nou, ik pak weer mijn collop op. En ik heb... en Deborah zegt, even langs je cuticle pusher halen, is alles er zo weer uit. Ja, hetzelfde principe. Ja. Maar Deborah doet het altijd net ietsjes anders. Ja. Hè, Deborah? En Aletta zegt, ik haal mijn fluffy brush ook nog wel eens langs de kledingroller. Ja, doe ik ook wel eens. Ja. Oké, welke glitter ga je gebruiken? Alecchino. Alecchino. Kino. Ha, bijna goed. Harlekijn. De paarse. Ja. Nou, ik breng hem aan. Onderop. Gewoon een beetje hatsenflats. Ik ga hem uitblenden. En ik vind het altijd mooi als, als je een glitterfading hebt, als hij toch een beetje soort van in een smileline loopt. En dan ga ik met mijn ombre penseel, trek ik de glittertjes wat naar boven. En Stephanie Alburg merkt op, Linda, wat blijft jouw tabletouw schoon? Bij mij zit het gelijk overal. Ja, ja, dat is wel waar. Nou Stephanie, elke keer als ik buiten beeld ben, borstel ik hem gauw schoon. Ja, dat is een mooie kleur, hè? Ja, ik vind het prachtig. Ja, dat moet ook, want je was erbij toen we hebben uitgekozen. Ja. Ik ben zo blij met deze kleur. Nou, ik heb een soort van fading gemaakt. Doe hem even in de lamp. 10 seconden zet ik hem even vast. Terwijl jij dat doet, was er nog een vraag van Elfisa. Als we dicht moeten blijven, blijven jullie dan om 2 uur live gaan of wordt het dan weer het latere uur? Nou ja, ik kan niet in de toekomst kijken, maar we gaan in ieder geval tot en met 18 januari is het 2 uur 's middags zijn de lives. En we horen dan in de persconferentie van 12 januari wat de bedoeling is voor de verdere verloop van de komende maand. En op basis daarvan ga ik dan ook de planning maken en kijken wat de mogelijkheden zijn voor ons en onze trainers. Maar in ieder geval tot en met 18 januari is het 2 uur 's middags, 3 keer in de week. En ja, dat was het. En Patricia zegt tegen iedereen, je kunt altijd even mijn prijslijst zien op instylenails.nl. Op alle nail art apart erop staan, heb je een beetje een idee. Goeie tip van je. Dankjewel, Patricia. En, Stephanie, oké. Nou ja, ik spreek de naam van Stephanie goed uit. Heel veel mensen maken er Oeburg van. Ja, oké. Okay. Ja, nu ben ik bang dat ik het keer ga uitspreken. Dat soort dingen moet je nu tegen mij zeggen. We gaan terug naar Lynn. Nou, mijn fading is uitgehard. Ik had nog wat rubberbees op mijn pallet liggen.
En ik had net al die glitters afgeveegd aan mijn brush wipe, dus die kan ik nu gewoon gebruiken. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ik pak een beetje rubberbase op, omdat het hier al op mijn paperpad ligt. Maar dat zou ook een beetje topgel kunnen zijn, als het maar gewoon transparant is. En daarmee maak ik eigenlijk een soort lijmlaagje om de nagel. Gewoon dun. Om ervoor te zorgen dat de glitters die ik erin ga leggen, dat die blijven plakken. Nou, mijn penseel is ook al nat van dat aanbrengen. En dan vind ik het leuk om zo met mijn detailer 3 nog wat glitters erin aan te brengen. Ja, je zou denken, het is niet nodig, hè, glitter op glitter. Maar als je het zo ziet, dan denk je toch bij jezelf, ja, het is wel nodig. Jawel. Dat maakt het toch weer net even wat anders dan zomaar een gewone glitter. Voor zover het een gewone glitter is natuurlijk. Nou, dit gaat dan ook weer 10 seconden in de lamp. Dan zou ik hem ook wel weer eventjes een laagje rubberbase overheen doen. Want we hebben nu met een wat grovere glitter gewerkt. En het kan natuurlijk altijd zijn dat hij een klein beetje uitsteekt. Dus ik zou een laagje rubberbase aanbrengen. Ga ik zo meteen ook doen. En dan de topgel. En ik ben een tijdje terug, ben ik live gegaan met nieuwe producten. En daarin had ik deze tips gemaakt. En dat zijn eigenlijk dezelfde glitters. Ik zal even dit aan de kant leggen. Er zijn dezelfde glitters als die ik nu heb gebruikt. Dan met andere effecten. Op deze nagel gewoon op benoemd ondergrond. En hier heb ik glitters uit een kitje gebruikt. En dat was de Spring collectie. Ja. En de Autumn, dat was dit kitje. De code daarvan is... de 118902. Nou, ook bij deze glitters... heb ik hem eerst afgelakt met de rubberbase. Dus ik pak mijn rubberbase erbij. Ja, iedereen wordt helemaal blij van, hoor, van je glitters. Ja, dat snap ik. En we hebben ook veel kijkers, Lynn. Dat is echt heel erg leuk, jullie allemaal meekijken. Oké, nou leuk, gezellig. Ik vind het alleen altijd wel bij deze glitters. Ik zou dan een beetje ton sur ton werken. Dus nu heb ik ook paarsige glitters bij deze... paarsige ondergrond gebruikt. Ja, daardoor krijgt het een hele zachte nuance. Ja, ik vind dat mooi, want ik hou echt wel van glitter. Ik hou ook van carnaval, maar ik hou niet van carnavalsnagels. Dus ik vind het wel mooi als het een beetje bij elkaar past. Maar dat is persoonlijk, want misschien vindt jouw klant het wel heel leuk of vind jij het leuk. Ik hou niet zo echt van het confetti-effect. We hebben natuurlijk ook hele leuke confetti's waarbij je hetzelfde effect kunt maken. Nou, en zo ziet hij er dan uit als hij afgelakt is. Ik had hier de roze variant. En nu gebruik je hem zeg maar op een... Wat voor kleur ondergrond zou je daaronder zetten, Lynn, in de salon? Nude. Nude, ja. Ja, ik heb dit zelf ook op mijn nagels gehad. Dan in de gouden variant. En dan heb ik het als inlay gebruikt. Maar je kunt het dus ook gewoon op een gel polish nagel gebruiken. Christy vraagt zich af, met die spring glitter collectie, heb je die aangebracht met een fluffy brush? Ja. Met de fluffy brush. Als ik een full cover wil maken, gebruik ik dan de fluffy brush. En wil ik hem zeg maar zo'n watervalletje maken of alleen een klein beetje bij de cuticle, gebruik ik meestal de fan brush. En volgens mij heb ik nu wel echt alle glitters gehad. Dus ik denk dat we zo over moeten gaan. Ik ga nog even naar de vraag kijken. Ja. Demi zegt, hoe kan ik het beste de sprayglitters inpoetsen? Gewoon op een plaklaag van de kleur komen er wat gaten tussen. Dus poets ik zeg maar de glitter weg. Zegt jou dat wat? Ja, dat klopt. Ik zou hem dan niet inpoetsen, maar influffen. Dus zorg er dan voor dat je je glittertjes in je dop doet van de glitterspray. En dan met de fluffy brush of met de fan brush, dat je hem daarmee oppakt en erin dept. Dan zitten ze al een soort van vastgeplakt. En dan ga je lichtjes, ook met die fluffy brush, eroverheen. Ik heb dat zelf ook gedaan met deze nagel. Bij deze. Daarbij heb ik de glitter er ook echt een beetje ingepoetst. Maar dat doe ik dus soort van poetsend met mijn fluffy. Dus niet met een ombre. Gaat straks ook glitterpigment inpoetsen, hè? Juist. Of influffen. Dus dan nee, maar kan het wel. Zal ik het maar gewoon laten zien? Dat is veel makkelijker. Ja, maar dan ga ik eerst even nu het huiswerk vertellen. Ja. Dan kan jij even de basis voor je zetten. Ja. Even kijken. Ja, het huiswerk. Wat moet je nou doen om het certificaat te krijgen van... Lynn.
en natuurlijk kansen maken op een mooi pakket. Dat is maak 3 leuke setjes met een combinatie van deze technieken van vandaag. Dus gewoon zo'n leuk setje van 5 nageltjes waarvan je verschillende combinaties gebruikt om dat leuke effect te krijgen. Nou, die moet je natuurlijk wel bij ons insturen. En dat staat in de regels. Stuur je huiswerk in via de link die in het album staat, Easy Glitters and Sugars. Of kijk even naar dat bericht van Wendy wat boven in de groep staat, het reglement. Want daarin plaatst Wendy aan het eind van deze live de link die jij kunt gebruiken om je huiswerk te uploaden in ons systeem. Er zijn problemen met het gebruik van Hotmail, dus gebruik het liefst een Gmail-account om je huiswerk te uploaden. Je hebt daar 1 week de tijd voor. Je hebt 1 week de tijd om je foto's te uploaden, dus tot 11 januari. En we zien heel graag de foto's ook in de Nail Talk Live groep. Dan hebben we natuurlijk ook weer de mogelijkheid iets te winnen. En dat is dit keer eens een keer een ander pakket dan dat jullie gewend zijn van ons. Namelijk, kijk mee, dat is dit. Dat is die prachtige Nail Art Box die Linda heeft gebruikt. Die hele leuke hexagon, dat leuke kitje. Een aantal van de metal inlays. Het is gewoon echt een superleuk pakket. Waar Linda echt, nou, ze was zo enthousiast toen ze dat pakket mocht uitzoeken. En vooral die box, hè, want ik zag al mensen in de comments van, ik wil die box, ik wil die box. Nou, maak je huiswerk en je maakt er kans op. Nou, dan hebben we natuurlijk aanstaande woensdag ga ik ook weer live. Ga ik gewoon weer om 2 uur live. En dat doe ik dan samen met Deborah. En Deborah gaat laten zien hoe zij realistic animal designs maakt. Met gel polish en gels. Ik heb al prachtige dingen gezien. Ik heb een spin zien langskomen. Een hondje. Nou, echt superleuk. Dus dat wordt helemaal een gezellige, leuke nail art workshop. Dat je lekker mee aan de slag kunt gaan. Maar dat is natuurlijk niet alles. Want aanstaande vrijdag ga ik live met Wendy Kuns. En zij gaat laten zien hoe je een stiletto nagel maakt op jezelf. Met een transparant kristal effect en inlay en netjes en airnails en chameleon flakes. En nou, dat wordt helemaal geweldig. Prachtig. Dan is het op maandag de beurt aan Sylvana Huibert. En zij gaat ornamenten maken met crystals en bullions. Dus wil jij nou nog iets bijzonders maken voor jouw klanten, moet je dan zeker meekijken. Woensdag de 13e ga ik met Michelle Taribuka live en zij gaat 3D-ornamenten laten zien van gel. Nou, ze zijn echt prachtig. Ze mengt de meest bijzondere producten bij elkaar en krijgt daardoor geweldige, geweldige resultaten. Op vrijdag is het dan de beurt van Annelies en zij gaat samen met Jessica neemt mijn plek over, zij gaat cartoon designs maken, geïnspireerd door Disney. Superleuk, helemaal leuk voor de feesten, voor de lente. Natuurlijk voor de lente. Lekker fris, lekker fruitig, lekker gezellig. En dan, zoals ik al eerder heb gezegd, maandag 18 januari ga ik live met onze enige echte eigen Cheryl. En dat gaat over seduction producten, het aanbieden van seduction behandelingen. Wat zit erin en ook hoe moet je dat nou verkopen voor thuisgebruik? Hoe pak je dat nou aan? Want vaak zit de sleutel tot een succesvolle verkoop al in de vraagstelling van de klant zelf. En dan ga ik dus uitgebreid met haar over discussiëren. Dus dat is de planning voor de komende periode. En ik zie dat Linda al klaar zit voor haar leuke design. Nou, ik zal even laten zien hoe ik doe fluffen. Dus kijk maar mee. Mijn ondergrond is gewoon even 1 laagje erotic decency. En ik ga dus in de plaklaag werken. Met de fluffy brushes neem ik wat glitters op. Ik dep ze in de plaklaag. Nou, je hebt gelijk ook een fading als je dat zou willen. Cool. Nou, ik ga een full cover doen. En nu veeg ik eigenlijk al gelijk de losse glitters weg, waardoor je hem een soort van inpoetst. Ga je dit met een inpoetstool doen, even zo gezegd, met een ombre tool of met een silicone tool, dan ga je hem inderdaad wegkrassen. Ja, supermooi. Wendy, ik zie veel vragen over wanneer de certificaten van Mirjam worden verstuurd. Kan jij dat even voor mij navragen? Dan kan ik dat straks beantwoorden. En Kirsten vraagt, hoe lang heb je de erotic decency uitgehard? 10 of 30 seconden? Ik denk nu 10 seconden, maar in de salon zou je wel echt 30 seconden moeten doen, hè? 30 seconden. Ja, 30 seconden uithoudingstijd voor alle kleuren aanhouden. Weet je zeker dat je daar geen problemen mee krijgt?
Volgens mij hebben we nu toch wel echt alles gehad over de glitters op de ja, pijn. Ja, ja, dat denk ik ook. Ik zit even te kijken of ik nog een vraag heb gemist. Want dat is natuurlijk. Dus als je de glitter full cover wil doen, dan doe je er gewoon één laag kleur onder, hè? Vraagt Stephanie. Nou ja, hoeft niet per se, maar ik vind dat het geeft net een ander effect. En ik heb nu één laagje erotic decency aangebracht, omdat je normaal gesproken, ik werk eigenlijk altijd met coverkleuren op het moment dat ik een nagel verstevig. Dus dan krijg ik ook het eindresultaat zoals ik hem op de klant zou hebben. Dus vandaar dat ik dat nu heb gedaan. Ik zie dat de certificaten van Mirjam zojuist bij iedereen in de mailboxen zitten. Ik zie ook dat er bij iemand de naam verkeerd is geschreven. Het staat door Mirjam heen. Stuur dan even een mailtje, hè, naar info@neiltalklife.com. Dat is info@neiltalklife.com. Mocht er iets verkeerd zijn, ga hieronder, kun je het zien. Vraag dan even aan mijn collega Katri en dan kan zij je helpen om het te verbeteren. Dit is natuurlijk dat nieuwe systeem, hè, dus er kunnen wat foutjes in zitten. Ik mis wat het huiswerk is, dat heb ik zojuist verteld. Ik zal het nog eventjes doen. Dat is 3 setjes van nagels waarin de technieken van vandaag gebruikt. Ik ga eventjes even kijken. Wat is het verschil tussen gewone glitters en mermaid glitters, Lin? Mermaid glitters zijn transparant en gewone glitters zijn dekkend, hè? Ja, maar dan hebben we ook nog de pink en de blue iris, zijn ook transparant. Eigenlijk vind ik het verschil is de grofheid. De gewone glitters hebben een beetje een suikerdikte en de mermaid glitters hebben een zoutdikte. Dus die zijn fijner van structuur. Oké, okay, duidelijk. Dat is goed, dankjewel. Alsjeblieft. Jij wil naar het volgende stap toe gaan, ja. Hè? Wat wordt die volgende stap? Nou, ik wil eigenlijk eerst naar de chroompigmenten gaan. Oké, maar voordat je dat gaat doen, denk ik dat het leuk is als ik eens even de wat winnaars bekend ga maken. En ik ga beginnen met de winnaars van het pakket van Syriza. En dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Syriza was hier natuurlijk vorige week maandag. Ik ben even helemaal de dagen een beetje kwijt. En Syriza, dat was een superleuke workshop met die Easy Floral Designs. En die had natuurlijk ook een heel erg mooi pakket. Nu hebben we 3 winnaars uitgekozen en die 3 winnaars krijgen het pakket. Kijk mee wie dat zijn. Dat zijn Mandy Stijziger, die heel mooi die bloemen heeft aangebracht. Heel mooi ook scherp, die tarwe, die halm. Ja, die bloemen, ik vind ze prachtig. Hier hebben we nog wat meer van Mandy. Die 3D-rozen, of die rozen met die cat eye. En natuurlijk die hele mooie one-stroke. Dus Mandy, van harte gefeliciteerd. Dan hebben we nog een 2e winnaar. En dat is Patricia Dijkstra. Ook heel erg mooi gedaan, Patricia. Hartelijk dank voor het meedoen. Iedere keer weer. Ook hele mooie die rozen, maar dan met verschillende glas eroverheen. En natuurlijk die one-stroke bloemen. Super gedaan. Van harte gefeliciteerd Patricia Dijkstra ook. En dan hebben we nog eentje, dat is Tessa Lagerwij. Die heeft ook weer meegedaan en ook weer prachtige dingen gemaakt. Super leuk, super mooi. Van harte gefeliciteerd alle 3. Jullie moeten natuurlijk wel even iets doen om jullie pakket te krijgen. Wat is dat pakket ook weer? Wat was het ook weer? Oh ja, het was dit. Met al die ultra designer en de flower brushes en de liner gel en de glass gel polish en de masterpiece en Syriza Sweeties. Nou ja, het moet toch niet gekker worden? Stuur wel even je gegevens, hè, naar info@neiltalklife.com. info@neiltalklife.com onder vermelding van winnares Syriza's Challenge. En dan zorgen wij ervoor dat de pakketten deze week natuurlijk naar jullie worden verstuurd. Dan wil ik nog een keertje van harte feliciteren. Ik heb natuurlijk ook nog de winnaars van Jessica, maar die hou ik even in mijn pocket. Tot straks. We gaan naar onze eigen Lin, want we gaan nu chromen. Ja, we gaan chromen inderdaad. Voordat je de chroom gaat aanbrengen, is het heel erg belangrijk dat jouw basisnagel glad is. Zitten er namelijk hobbeltjes of deukjes in, dan zie je dat terug in het eindresultaat. En dat is zonde, want eigenlijk is het chroomeffect geeft echt een spiegeleffect. Dus zorg er echt voor dat je basisnagel glad is. Ik ga laten zien, ik ga hem inpoetsen en ik ga daarmee gelijk een ombre maken. En ik ga eerst laten zien hoe het wel moet. En daarna laat ik ook zien wat er gebeurt als je bijvoorbeeld de Magic Shine niet goed aanbrengt. Wat er dan gebeurt. Maar voordat jij dat gaat doen, Lin, hadden wij natuurlijk helemaal goed de commercial van de Colorful Chromes klaarstaan. En die vergeet ik helemaal in mijn draaiboek. Dus die moeten we nu even bekijken. En dan ga jij uitleggen hoe je het verkeerd doet en hoe je het goed doet. Chromes.
Ja, gemaakt door Cheyenne natuurlijk. Hartstikke leuk. Even een lekker geluidje, een muziekje tussendoor. Maar we gaan dan nu echt naar jou. Kijk, Lynn, ik had het probleem toen die chromes net uitkwamen, dat bij mij werd het niet zo mooi glad. En het was altijd een beetje, het was het net niet. Ik heb natuurlijk vanochtend van jou geleerd hoe je het nou wel moet doen. Hè? Dus vertel. Nou ja, je moet hem goed inpoetsen. Dat is belangrijk. En kijk maar gewoon even mee. Ik ga werken, als ik met pigmenten ga werken, al onze pigmenten heten de Magic Pigments. Bij de Magic Pigments gebruik ik ook de Magic Shine topcoat. Dat is het eerste. Dus Magic Shine, Magic Pigments. Of andersom, Magic Pigments met de Magic Shine. Dan weet je dat dat in ieder geval al goed op elkaar aangesloten zit. Nou, mijn ondergrond gebruik ik even gewoon de Colourpop. Breng de Magic Shine aan en zorg ervoor dat je die goed verdeelt. Dat je een mooie gladde nagel hebt. En laat hem eventueel heel eventjes levelen voordat je hem in de lamp doet. Om er zeker van te zijn dat je een gladde ondergrond hebt. Er zit een klein pluisje in. Ja, het moet dus helemaal glad zijn, hè? Ja, want anders zie je dat terug in het eindresultaat. Maar ik ga je straks laten zien wat er gebeurt. Maar dat kan ik wel tegelijkertijd doen. Dus ja. Deze nagel heb ik nu mooi glad gelakt. Ja. Klein deukje zie ik hier. Stephanie merkt al op dat bij haar altijd de chrome chipt. Maar daar komen we ook zo direct over te praten, hè? Ja. Zo. Deze doe ik 10 seconden in de... Oh, tik mijn lamp aan, niks aan de hand gelukkig. 10 seconden in de lamp. En ik gebruik dan altijd het topje van mijn ombre tool om mijn pigmenten op te pakken. Als ik weet waar ik hem gelaten heb. Ja, ik zie hem. Ik zie hem ook. Oh, okay. Heb eens. Nou, ik ga een ombre maken met het... Gewoon de originele chroompigment. Ja, dus de zilveren. Nou ja, deze is niet echt zilver, want we hebben ook zilver. Oh nee, dit is niet zilver. Dit is zilver. Kijk, dat is wel echt verschil. Het gewone chroompigment is een beetje champagneachtig. En deze past zich aan de ondergrond. Dus doe je die bijvoorbeeld op zwart, dan wordt het een staalkleur. Maar doe je hem op nude, dan wordt het een champagnekleur. Doe je hem op rood, dan wordt hij een beetje... rosé-achtig. Op de hot pink of neon pink krijg je ook weer een ander effect. Dus die past zich meer aan. De zilver is echt zilver. Oké. Okay. Kun je ook een andere ondergrond gebruiken dan Magic Shine? Vraagt Patricia. Nee. Nee, je hebt die je hebt een topgel nodig zonder plaklaag, die warm uit de lamp komt, kort is uitgehard. Want alleen dan krijg je dat spiegelende effect. En het verschil tussen chroom en pigment is dat chroom is een metallic. Dus die komt tot hoogglans en pigment komt niet per se tot hoogglans. Dus een andere basisformule. Maar we gaan lekker kijken wat jij nu gaat doen. Het zal waarschijnlijk op de Supreme Finish ook gaan. Maar om problemen te voorkomen, want ik hou nooit van het antwoord nee. Want er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar gewoon om zeker te weten dat het goed gaat, zou ik je echt adviseren om de Magic Shine te gebruiken voor de Magic Pigments. Dan weet je zeker dat je goed zit. Nou, ik heb de nagel even 10 seconden in de lamp gedaan. Nu is het wel afhankelijk van jouw lamp hoe lang de chroompigment, of nee, de Magic Shine in de lamp moet. Dus speel daar een beetje mee thuis. Ga zoeken wat voor jou het lekkerste input. Voor mij werkt het het beste als ik hem 10 seconden in de lamp doe. Dan pak ik mijn pigment op. En ik zei al, ik ga een ombre maken. Ik ga de koperkleur ga ik bovenin aanbrengen. Die dep ik erop. Nog een beetje aan de zijkant. En ik pak het gewone chroompigment op. Ik ben nog net in beeld, zie ik. En dan ga ik hem uitpoetsen met de siliconen tool. En waarom? Die poetst gewoon net wat beter de pigmenten in. Het zou ook met het kussentje kunnen, hoor. Maar ik vind het prettiger om het met de tool te doen. En ik begin eigenlijk op de overloop van de kleuren... En met een lichte druk beweeg ik hem heen en weer.
Oh, Deborah zegt, het kan ook eventueel op de flex en shine. Ik wist dan het. Dan kun je hem een minuut uitharden. Ik zat erop te wachten. En de mensen die een verkeerd, waarbij de naam door de handtekening loopt van het certificaat, stuur even een mailtje naar info@neiltalklive.com en het wordt geregeld voor jullie, hè? Dus even een mailtje sturen. Ik kan het vanaf hier niet zelf doen, dat wordt door mijn collega gedaan. Maar we moeten nu echt wel even kijken hoe die mooi die ombre. Nou, ik poets hem dus goed in. Je ziet dat hij ja, nu nog... heel mooi. Ja. Echt heel vet. En wat ik nu dus doe, is met mijn fluffy brush... Oh, hier. Ik ben altijd zo lekker chaotisch, hè? Borstel ik de loszittende glittertjes weg. Heel zachtjes. En dan gaat hij 10 seconden in de lamp. Ja, want je moet hem wel fixeren, hè? Ja, je moet hem vastzetten. Doe je dat niet, dan trek je hem een beetje weer... Dan trek je de pigmenten weer een beetje omhoog, waardoor dat hij gaat glitteren. En dat willen we niet. Om ervoor te zorgen dat de chroom goed blijft zitten, kun je 2 dingen doen. Ik werk hem altijd af met 2 laagjes. En de ene keer kies ik voor 2 laagjes Magic Shine. En de andere keer kies ik ervoor om eerst een laagje Rubber Base of Building Base aan te brengen. En daaroverheen een topgel te doen. Wanneer kies ik nou voor wat? Ik doe eigenlijk standaard 2 laagjes Magic Shine. Bij sommige klanten wil het wel eens zijn dat hij toch dan nog een beetje gaat chippen. Dan ga ik het uitproberen met de Rubber Base. En dan blijft het eigenlijk altijd al wel goed zitten. En wat je ook nog zou kunnen doen, is een heel klein beetje bond op de vrije rand aanbrengen. Dus aan het uiteinde van de nagel, helemaal rondom bij de haarlijn, daar een beetje bond aanbrengen en hem dan afvlakken. Dus je zou dan deze bond kunnen gebruiken. Of de softbond primer. En wat ik dan doe, kijk maar even mee. Tik alleen het randje even aan. Ik vind het echt een hele mooie fading, Lin. Cool, hè? Ja, het is echt heel mooi. Ik zou zelf die kleuren niet snel bij elkaar gebruiken, maar het is echt heel cool. Ja, vind ik eigenlijk ook. Ja. nou ben ik... Had ik hem al vastgezet? Voor de zekerheid doe ik het even. Ik weet het niet meer. Sue vraagt, er was iemand aan de deur. Welke ondergrond was deze ombre? Dit was gewoon een natural colorpop. En de ombre is gemaakt met chroompoeders. En dat komt ook een beetje terug bij de vraag van Monique. Dit zijn chroompoeders die in combinatie met Magic Shine worden gebruikt. Dit zijn niet de Magic Pigments. Hoewel de chroom wel een Magic Pigment is. En het e-mailadres vraagt Marielle Hazelaar Hazeleger om. Dat zal ik nog even melden voor het certificaten. info@neiltalklive.com. Maak even een screenshot, dan heb je het e-mailadres bij de hand. Dus mocht er iets verkeerd zijn met het certificaat, hier naartoe mailen. Mijn collega Katrien neemt het dan voor jullie verder op. Ik ben de kolle... Sorry. Ik ben de kollepop aan het aflakken. En ook hier is het belangrijk dat je hem mooi glad lakt. Want als ik nu... Dit doe je natuurlijk nooit... Maar je ziet, als ik hem niet glad aflak, ja, dat hij helemaal gedeukt wordt. En natuurlijk doe je dit niet op een klant zo, maar om je te laten zien wat er dan gebeurt. Dus het is belangrijk dat je hem mooi glad naar beneden toe aflakt. Eventueel eventjes laten levelen. Alvorens je hem in de lamp doet. Ja, alle lampen in de studio weer spiegelen in jouw nagel. Ja. Ja, en er wordt al opgemerkt dat wij liggen niet helemaal op één lijn qua kleur. Nou, meestal is dat wel zo. Maar wat ik het grappige vind van deze kleurcombinatie is door die brons of die koperkleur, wordt die zilverkleur van die chroom wordt heel warm. Terwijl dat zilver is in mijn ogen een vrij koele kleur. Dus ik zou dat dan eerder met bijvoorbeeld blauw of met groen hebben gecombineerd. Maar in deze combinatie versterkt het de warmte in die zilverkleur. Dus ik vind dat echt heel erg leuk gedaan. Heel mooi. Nou, ik heb vanmorgen... Heb ik dus inderdaad die zilver gebruikt, Pepijn. En ik heb nu dus de gewone chroom gebruikt. En dan zie je ook echt wel een verschil in, hoor. Zie je het verschil? Ja. Ja. En ik had ook chroompigmenten. Kijk, wacht eventjes. Ik heb alle chroompigmenten heb ik op een kollepop zitten. En ik zet ze daarbij op wit en op zwart. En dan zie je ook dat je toch ook net een nuanceverschil krijgt. Hier heb ik een sprongstukje afgestoten. En ik heb dus ook verschillende ombres gemaakt.
En dan zie je dus ook het effect, wat jij bijvoorbeeld zegt met die zilver met een koele kleur. Ik heb hier met blauw gedaan. Ja, cool. En je hebt ze allemaal afgelakt met Magic Shine, hè? Twee laagjes. Allemaal. Dus je gebruikt Magic Shine zowel voor de basis als voor het aflakken van deze nagels. Ja, klopt. En je kunt er ook heel leuk mee stempelen. Dat heeft Jessica al een keer laten zien. Ja, maar toch heel leuk. Is ook heel leuk. Ik heb alleen gestempeld bij me, dus die houden we voor een andere keer. Ik wilde nog heel even laten zien wat er gebeurt als je de Magic Shine of je ondergrond niet goed glad is. Ja, dat is interessant, want dat loopt natuurlijk tegenaan. Ja, ik neem dus nu bewust te weinig Magic Shine. En ik ga hem nu echt lakken, wat je dus niet moet doen. En nogmaals, het is heel erg overdreven natuurlijk. Wat mij wel eens een keer gebeurt, is dat ik hem aan de zijkant bijvoorbeeld niet helemaal lekker mee heb gepakt. En dan krijg je dus dit als eindresultaat. Ik doe weer even 10 seconden in de lamp. Dan pak ik mijn pigment er alvast bij. Zo. Breng mijn chroompigment aan. Ga ik hem poetsen. Ik moet ook meer moeite doen om hem mooi glad weg te poetsen. Zie je alle banen en strepen erin? Ja. Dus het is echt heel belangrijk dat je ondergrond goed glad is. Je basisnagel ook. Dus dit is dus hoe het niet moet. Nee, het vergroot eigenlijk dat chroom, omdat het gaat spiegelen, vergroot het natuurlijk eigenlijk de oneffenheden in de nagel uit. Dat wordt heel erg benadrukt. Dat is hetzelfde als ik hier nou in een metallic top zou gaan staan, dan zou je ook denken bij jezelf, oh, dat wordt heel erg benadrukt. Nou, dat is met die nagel idem dito. Nou, om je siliconen tool schoon te maken, doe ik altijd gewoon op een brush wipe. Een beetje prepper wipe. Ik veeg hem af. Voordat je hem nu weer gaat gebruiken, moet je hem natuurlijk wel even droog maken. Hè? En dan hebben we ook nog de holographic chroom. Ik heb even een paar vragen, want anders, ja. Anders gaat dat. Magic Shine heeft na het uitharden geen plaklaag meer, vraagt Gemma. Nee, dat klopt. Na 1,5 minuut uitharden heeft hij geen plaklaag meer. En hoe maak je het sponsje schoon waar je het pigment mee inpoetst? Dat vraagt Teuntje zich af. Ik doe dat op een kledingroller. Oké, nou, dat is heel duidelijk. Ja. Nou, to the point. En even kijken. Die vraag van Elisabeth Nijland. Doe je dan de Magic Shine in een stempel en dan 10 seconden in een lamp en dan inpoetsen met chroom? Nou, wil je dat allemaal zien, dan kun je het beste naar de e-workshop kijken van Jessica Stempelen, Stamping Nail Art. Die kun je opzoeken op YouTube, op onze pagina, Magnetic Nail Talk is dat. Daar kun je ze allemaal terugvinden. Je kunt ze ook natuurlijk in de groep zoeken. Dan kun je bovenaan het vergrootglasje en daar staan, moet je zoeken Jessica Stamping Workshop. En daar laat ze alle technieken in zien. Oh, en ik hoor hier in mijn oor dat er is een map gemaakt en die map heet Live Uitzendingen Origineel. En daar staan ze allemaal in, dus ook die van Jessica. Dat is makkelijker zoeken, Elisabeth. Dan kun je helemaal terugzoeken hoe je dat nou het beste kunt doen. En even kijken of ik nog een andere... Ja, nee, ik ben bij met comments, dus we kunnen terug naar jou. Nou, we hebben ook nog de holographic chroom. Dus kijk maar gelijk even mee. Die hebben we in pink en gewoon... gewoon. Dit is een goede vraag van Miranda, sorry. Kun je een no-wipe top op een no-wipe top lakken? Dus twee lagen na het chroompigment. Ja, dat kan. Die eerste laag no-wipe top zou ik dan na 30 seconden daar de tweede laag op zetten. Dan is hij nog een heel klein beetje, ja, niet super uitgehard. En dan pakt hij nog heel goed die tweede laag eroverheen. Goeie vraag van je, verstandige vraag van je, maar dat kan zeker. En dan gaan we nu naar de holographic chroom. Ja, ik zoek mijn fanbrush. Misschien is het handig als je ook gewoon geordend werkt. Waar heb ik het nou gelaten? Ik heb hier mijn Fluffy. Oh, hier, hij ligt gewoon hier, Pepijn. Ah, op de brush tray. Ja, daar is ook een brush tray voor. Super handig. Oké. Ik breng de Magic Shine aan. En nu ga ik hem maar 2 seconden in de lamp doen.
En per lamp is dat natuurlijk ook weer een beetje verschillend. Want ik heb namelijk gemerkt, als ik de holographic chrome wil inpoetsen, dat die heel makkelijk krast. Ik had er altijd moeite mee. Zo. Doe de lamp al aan. 1, 2, gaat die eruit. Dan pak ik mijn fanbrush. En daarmee ga ik mijn glittertjes inpoetsen. En ik vind het altijd leuk ook in het voorjaar. Op een mooie nude setje. En dan zo'n half ingepoetst pigment. Ik vind het prachtig. Stephanie vraagt, dit is dus wat anders dan de sparkling chrome? Ja. Ja, ja. Dit is holographic. Dit is puur holografisch. En de sparkling chrome, dat is chroom met daaraan toegevoegd een glittertje. Nou, ik heb hem gelijk full cover gemaakt. Maar op deze manier poets ik hem erin. Ik heb gekozen voor de fanbrush, omdat ik in eerste instantie een soort van fringe of een fading heb gemaakt. Dan kies ik voor de fanbrush. Maar maak ik een full cover nagel, is het natuurlijk makkelijker om dat gewoon met de fluffy te doen. Gaat wat sneller. Dit doe ik nu 10 seconden in de lamp. En dan gaan er weer twee laagjes Magic Shine overheen. We hebben nog meer chroompigmenten die heel mooie effecten geven aan de ondergrond. En dat zijn deze. Die zal ik ook even onder de topshot houden. Even wat glitters weghalen. Ik heb hier een kitje, maar dit is niet het originele kitje. Ik heb nog even een vraag. Bij die holographic chrome die je nu hebt gebruikt. Mm-hmm. Hè? Ten eerste, wat is daar het nummer van? Want daar wordt om gevraagd. Weet je dat uit je hoofd? Nee, maar het staat er wel op. De roze die ik heb gebruikt is de 118073. En die hebben we ook in het zilver. En dat is de 118076. Oké. En dan vraagt Gemma, na twee tellen zit de plaklaag er nog op, toch? Op de Magic Shine. En dan doe je het inpoetsen van de chroom in de plaklaag daarvan. Ja, dat klopt. En dan, als je nou deze prachtige holographic chroom gebruikt, ik ben even helemaal de kluts kwijt, doe je dan ook met softbond primer of bond even langs de vrije haarlijn van de nagel? Ja, zou kunnen. Ja. Oké. Okay. En je gaat dus nu de Magic Pigments gebruiken uit het pigmentkitje. Nou ja, die zitten niet. Nee, deze zitten niet in een kitje. Oh, dit zijn die andere. Dit zijn de losse. Ja, ik heb dit als testpakketje van jou opgestuurd gekregen, Pepijn, in de tijd. Dus dit zijn niet de originele verpakkingen, want ze zitten namelijk in deze. En wat leuk is van deze pigmenten, die geven een effect aan de ondergrondkleur. Dus nogmaals, het is niet de juiste verpakking. En als ik nou zo'n pigment openmaak. Je ziet bijvoorbeeld, dit is een roze glitter, maar met een gouden toon zit erin. Als ik deze op roze ga inpoetsen, dan krijg ik een beetje een goud effect. En pak ik deze roze. Hier zie je een blauwe glitter in zitten. Dus deze kleurt blauw op. Kijk, je ziet het ook een beetje in de deksel. Zie je een blauwe gloed. En zo heeft iedere kleur zijn eigen effect. En ik geloof dat deze ook heel mooi is om een unicorn effect te krijgen. Ja, ik moet even scherp stellen. Kijk, hier zit ook een goud ondertoon in. En dat wil ik je ook gaan laten zien. Veronica vraagt, wat is het verschil tussen de roze glitterspray en de holographic chrome roze? De holographic chrome is veel fijner. Dus daarmee krijg je veel meer één geheel holographic effect. Terwijl de holographic spray is grover, dus dan krijg je echt die losse deeltjes die je ziet. Dus het is een beetje afhankelijk van wat je wil. Maar het is echt het verschil zit hem heel erg in de grootte. Hoe kleiner het korreltje, hoe gladder het effect wordt. In plaats van een verdeeld effect door de glittertjes. Nou, laten we gaan kijken. Even kijken. Ik ga hem dus nu op een kleur aanbrengen. Ja, en Petra merkt op veel producten erg verwarrend. Ja, dat was dat bloknoot voor nodig, hè? Ja. Het is ook heel veel informatie. En ik wil eigenlijk ook echt nog wat nail art laten zien. Even doorwerken. Okay. Ik gebruik een lichtroze kleur. Dit is de 383. Ik
zal zo meteen even kijken hoe die heet, want dan weet ik niet uit mijn hoofd. Helene vraagt, kunnen de holographic glitters ook gemengd worden met acrylpoeder? Jazeker, dat kan zeker. Zo, deze uithoudende lamp. Ik heb nu met You Go Girl gewerkt. Leuke naam. En ik maak deze kussentjes ook schoon aan de kledingroller. Ik heb hem alleen nu niet bij de hand. Dus even zo. Even de tweede laag. Dus eigenlijk de pigmenten waar ik daar straks mee heb gewerkt, met die chroompigmenten, die hebben echt een kleur van zichzelf. En het pigment waar ik nu mee werk, past zich aan de ondergrond. Dus ik krijg een ander effect. Oh. En ik ga dan ook weer werken met de Magic Shine. Ik breng weer een laagje aan en die gaat dan ook weer 10 seconden in de lamp. En ook nu weer opletten dat hij mooi gelijkmatig en glad is? Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Heel eventjes laten egaliseren. Je zou hem daarvoor op zijn kop kunnen houden. Gewoon om er zeker van te zijn dat de Magic Shine mooi glad is aangebracht. In de lamp. 10 seconden. Zo, ik draai mijn potje vast open. Ja. Ik breng mijn pigment weer aan met het kussentje. Het kan natuurlijk ook met die tool, maar ik vind met het kussentje pak ik meer in één keer op. Dus dat vind ik fijner. Verdelen. En met siliconen tool ga ik hem uitpoetsen. Oh, mooi. Het krijgt echt een glans nu. Ja. Dus het geeft een mooi kleureffect. De losse glitters, die fluff ik weer eventjes weg. En hij is klaar. Cool. Grappig. Ja, hè? 10 seconden vastzetten en dan weer 2 laagjes aflakken. Nou, volgens mij moeten jullie gewoon thuis allemaal deze workshop nog een keertje bekijken. Ik zie mensen die hebben al 3 A4'tjes volgeschreven. Er is zoveel info en dan ook nog doen tegelijkertijd. Petra zegt over nagedenken hebben we het gemaakt. Prachtig, maar het is echt heel veel informatie. En het kan ook wel eens een beetje overweldigend zijn. Hè? Dan kom je bij ons in de winkel. Of je op een, bijvoorbeeld in het verleden op een beurs. En dan, ten eerste is er heel veel. En is het niet zo duidelijk wat nou de verschillen van de onderlinge producten ten opzichte van elkaar zijn. Maar heel veel dingen zijn ook heel erg vanzelfsprekend. Dus de acht jaar, dan fluff je hem even erin. En dan poets je hem er even op. En dan lak je hem even daarmee. En dan verzegel je hem zus. En ik kan me voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van ja, dat zal me wel. Maar waar hebben ze het nou in hemelsnaam over? Ik bedoel, influffen, het werkwoord van 2021. Maar volgens mij, als je in de dikke Van Dalen kijkt, staat daar niet dat je je pigment met een fluffy brush dan gaat inpoetsen. Dus het. Ja, op deze manier proberen we gewoon ook weer even die verschillende technieken, die basistechnieken onder de aandacht te brengen. En bij jou, Linda, is dit een hele lesdag, hè? Ja, het is een hele lesdag. En eigenlijk zou ik er 2 van kunnen maken. Er zijn zoveel mogelijkheden met alle producten die er zijn. Dus ja, kan ik heel veel mee vullen. Ik wil eigenlijk gelijk doen naar het volgende, Pepijn, kan dat? En wat is het volgende? Ik wil dit ook inpoetsen. Oh, oké. Nou, we gaan alweer naar het volgende. We gaan naar de Chameleon Flakes. Ja, we hebben natuurlijk Chameleon Flakes. En degene die de laatste tijd heel veel gebruikt worden in onze lives, en in Nail Talk Live sowieso, zijn de transparante Chameleon Flakes. Maar we hebben ook de gekleurde. En die wil ik nog eventjes laten zien. Want we weten dat we de Chameleon Flakes,
Nou, ik ga even stotteren. Kunnen oppakken met bijvoorbeeld een detailer 3 of met je fanbrush en ze in de plaklaag kunnen leggen en hem dan aflakken. Op het moment dat je met een gezondheid. Als je met een chameleon flake werkt, zou ik er altijd een klein beetje rubberbase overheen zetten voordat je daar een top gel overheen zet of magic shine. Want ik heb gemerkt op het moment dat ik een base van top over een chameleon flake doe, dat die kan gaan barsten. Dus ik kies er altijd voor om of een laagje rubberbase aan te brengen met daar overheen een base van top. Op het moment bijvoorbeeld dat ik een donkere ondergrond heb, want anders krijg ik een UV-filter, wat ik niet wil. Of twee laagjes magic shine. Ik moest even op adem komen. Ja, oké. Okay. Je zou het natuurlijk een laagje rubberbase clear kunnen doen en daar overheen magic shine. Ja, kan ook. Ja, kan. Zeker. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Maar we weten dus eigenlijk al wel dat we die chameleon flakes leuk op kunnen pakken en in de plaklaag kunnen deppen en af kunnen lakken. Maar ze zijn ook in te poetsen. En dat wil ik je graag laten zien. Ik heb vanmorgen met de paarse gewerkt. Dan pak ik nu de andere. Ik breng een laagje Magic Shine aan. En ook deze, die doe ik weer even 10 seconden in de lamp. Een beetje naar het midden. Ja. Men heeft het over dat er tijd wordt voor een vakjargon bijbel. En daar moet dan in staan kak strak, tjoek tjoek, easy peasy. Hatseflats. Hatseflats in de Holy Nail Bible. Hatseflats, zegt Kimberly, cool, inderdaad, tegelijkertijd dat jij het zegt. Nou. Ik pak de chameleon flakes alvast erbij. Ik pak ze nu met mijn fanbrush op. Magic Shine is dus 10 seconden in de lamp geweest. Kijk, ik vind dit al super vet. Ja, dit is prachtig. Ik vind het echt heel mooi. Ook zeker op een shorty nagel. En dan alleen een heel klein beetje bij de cuticle vind ik echt prachtig. En gewoon ook dat geflekte effect vind ik heel erg leuk. Hè? Dus dat je echt de vleekjes ziet liggen. Maar je kunt ze ook inpoetsen. Ik leg wel genoeg flakes neer. Nou, dan ga ik weer met de siliconenbrush tool. Ga ik hem inpoetsen. Zet daarbij wel lichte druk. En dan krijg je dus ook echt een super tof effect. Super mooi. Echt prachtig. Maar ik hou van groen. Ja, ik vind deze ook heel vet. En weet je wat ik dit ook heel vet vind? Op je teennagels. In de zomer. Ja, ja, misschien is dat wel cool. Nou, ik heb het een keer gedaan. Toen ging ik op vakantie naar Turkije. Nou, echt, je wil niet weten hoeveel aanspraken ik heb gehad. En doe je dan ook deze vorm op je tenen? Ja, standaard. Ja. Ja, is mooi. Het is een beetje, doet me denken aan een scarabée dit. Ja. Nou, ik zet hem 10 seconden even vast en dan gaat er weer twee laagjes top overheen. Twee laagjes magic shine of een laagje rubber en een magic shine. Mirella zegt, oh, die moet ik ook nog ergens hebben liggen, die chameleon flakes. Ja, gewoon weer tevoorschijn halen. Ik denk dat het voor heel veel naaisters zo is dat je een lekkere nail art daar hebt. En soms zakken daar leuke dingen naar de bodem van die la. Dan moet je even graaien en dan kom je vanzelf weer dingen tegen die je dan weer kunt gaan gebruiken. En zo blijft het een soort cirkelbeweging. Monique zegt, op zwart is alles zo mooi. Op zwart komt het wel het meest heftig tot zijn recht. Dat, daar heb je absoluut gelijk in. Scarabée of stroomvlieg, zegt Mireille. Ja, nee. Het is maar hoe je het benadert. Hè. We gaan weer even terug naar Lin. Dit vond ik wel heel leuk. Oké, ik lak hem dus af met de Magic Shine. En ook hierbij weer belangrijk dat je hem goed aanbrengt. Heel eventjes op zijn kop. Nou, je ziet de paarse variant van vanmorgen al liggen. Oké,
Elvira vraagt, bij mij gaat het altijd goed tot ik hem af ga lakken. Dan lijkt hij korrelig. Misschien heb ik het even gemist. Wat werd er net even uitgegooid. Ik had dat ook in het verleden, maar daar hadden we het vanochtend even over, hè Lynn? Ja, als hij dan gaat glitteren, dan kan het zijn dat je pigmenten niet goed genoeg hebt ingepoetst. Of je hebt te veel gebruikt, waardoor dat er wat blijft liggen. En wat ik zou doen, op het moment dat je hebt ingepoetst, doe je hem eerst eventjes in de lamp, 10 seconden. En dan ga je met de fluffy brush, ga je de losse glittertjes ga je verwijderen. Dan heb je er eigenlijk geen last meer van. Nou, het uitgehouden effect nog een keertje. Even de glitters hier verwijderen. Cool, toch? Supermooi. Okay. Nou, kan ik naar het volgende? De flakes zijn nu klaar? De flakes zijn klaar. Ik heb de pigmenten eigenlijk allemaal wel gehad. Dus, want ik heb nog de winnaars van Jessica's workshop natuurlijk. Dus dan ga ik eventjes nu de vloer overnemen van jou, Lynn. En dat was natuurlijk ook een geweldig leuke workshop. Waaraan heel veel mensen hebben meegedaan, die kerstworkshop. En daar hadden we natuurlijk een heel mooi pakket van. En ook weer winnaars. En laten we die maar eens bekendmaken. 3 winnaars ook dit keer. En de eerste is Demi Aerts met haar prachtige Pooh Bear en Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Santa Claus... Heel mooi ook die bloemen met die strasstenen. Echt heel erg mooi gedaan. Van harte gefeliciteerd, Demi Aerts. Super gedaan. Dan hadden we nog een winnares. En dat is Kelly Roskam. Moet je kijken wat mooi. A Nightmare Before Christmas. Gecombineerd met sterren aan de onderkant. Louboutin sterren onder de nagel. En Nightmare Before Christmas op de nagel. En cat eye. En je wordt toch helemaal gelukkig als je hier naar kijkt. Hmm. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En dan hebben we nog één winnaar. Dat is Hannelore van Akker. Met de prachtige Olaf en natuurlijk Elsa. Helemaal into Frozen. Let it go, let it go. Nou ja, in ieder geval niet te veel laten gaan. Hè. Wat hebben jullie nou gewonnen? Dat was dat hele mooie pakket met die cat eyes erin. Die fashion stickers, colorpops en natuurlijk een magneet. Zodat je ook de cat eyes kunt gebruiken. Dus van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Maar, dan hebben we ook nog een speciale winnaar. Die heeft namelijk meegedaan aan deze workshop. En het was niet zomaar iemand. Nee, dat was een zoontje van de nagelstylist die heel graag mee wilde doen. En samen met zijn moeder aan de slag is gegaan. En daar hebben we foto's van gekregen. En ik weet niet of we eerst de foto hebben. In ieder geval, hier zien we... Tolan Berisha, en die is met zijn moeder bezig, heeft ook een eigen Olaf gemaakt. Heel erg leuk gedaan. Hoe leuk is dat, hè? Oh, als ik toch die leeftijd had gehad en dan bij een nagelstylist was geweest. Nou, ik zou ook alles meedoen. Ik zou alles mee hebben gedaan. Ik zou gewoon mijn roeping hebben gevonden. En speciaal voor Tolan hebben we daar hem een speciale prijs gemaakt. Dat is deze prachtige knuffel van Olaf. En natuurlijk een eigen speciaal certificaat, een bewijs van deelname voor hem. Dit is natuurlijk een eenmalig ding wat we doen, maar we vonden het zo leuk dat Jessica heeft dit geregeld samen met Wendy, speciaal voor jou. Dus dat komt naar jou toe. En van harte gefeliciteerd natuurlijk voor alle winnaars. Geld, stuur je gegevens naar info@neiltalklife.com. Dat is info@neiltalklife.com onder vermelding van een workshop, Jessica, winnaars. En wij zorgen ervoor dat jullie pakketten jullie kant op komen. Van harte gefeliciteerd, heel veel plezier ermee. Ja, en je kunt dus ook weer vandaag iets winnen, hè? Maar daar komen we zo direct het nog eventjes op over te hebben. Dus kortom, ontzettend gefeliciteerd allemaal. Het was ontzettend leuk om al die inzendingen voorbij te zien komen. En ja, ik zie Linda helemaal, die barst bijna van spanning uit elkaar, want die wil heel graag door. Dus ik zou zeggen, Lin, take it away. Ik kom tijd tekort vandaag, Pepijn. Ik wil zoveel laten zien nog. Ja, we hebben eigenlijk alles nu wel zo'n beetje gehad. Qua uitleg. Dus ik wil nu even wat dingen gaan laten zien. En daarmee begin ik bij de wet in wettechniek. Want we hebben nog meer pigmenten. Realiseer ik me net. En het zijn ook prachtige pigmenten. Ze zijn alleen wat lastiger om in te poetsen. Je krijgt namelijk niet dat chroom-effect ermee. Maar ik vind die heel mooi om te fluffen in een kleur. En Jessica doet het bijvoorbeeld. Op het moment dat zij de pantenprint maakt, heeft ze de butterscotch kleur. En daarin dept zij bijvoorbeeld de bright gold. En daaroverheen gaat zij stempelen. Waardoor je een heel mooi, ja, sprankelend effect aan dat luipaardprint krijgt.
Wat ik er graag mee doe, is er een wet-on-wet techniek mee. En kijk maar even mee op de topshot. Ik heb het pigmentendoosje. Dat is deze. En als ik je de onderkant laat zien, zijn meer die aardetinten. Ja, wat ook wel leuk is om te zeggen, dit zijn mica-pigmenten. Dus dat is ook, komt ook echt uit de grond. Oh, ja, nou, het zijn leuk. Ook echt aardetinten. Het is echt... Grappig, dat wist ik niet. Natuurlijk. Nou, de code heb ik nu gelijk even laten zien. Dat is de 118075. En wat ik daar bijvoorbeeld mee heb gedaan... Syriza heeft vorige week ook een wet-on-wet techniek laten zien. Ik kijk maar weer even mee. Ik heb deze pigmenten gemixt met bezemtop. Ja, het is geweldig, Lin. En dan krijg je ook hele coole vanaf, designs mee, ja. En hoe ik dat precies heb gedaan, wil ik je laten zien. Ja, leuk. Wel een net iets andere variant. Ik pak daarvoor mijn zwarte kolenpop. En op het moment dat ik een wet-on-wet ga maken, doe ik dat altijd met de topgel uit de pot. De UV topgel. Dus ik heb een klein potje meegenomen. Ik breng deze aan met mijn gelpenseel. Neem wat uit de pot. Wat leuk is om te melden, als je dat pigmentkitje nou ook een keer wil hebben, hè, dat Magic Pigment Kitje. Aanstaande vrijdag gebruikt Wendy die in haar live workshop om 2:00 de stiletto nagel. Dus het tipje van de sluier, die kun je dan winnen. Ja, het lijkt wel de grote weggeefshow. We gaan terug naar Lin. Nou, ik vergat nog even iets, want ik wil er nog wat chameleonflakes aan toevoegen. Dus ik breng eerst een laagje bezemtop aan. Sorry voor de... Chaotischheid. Oh, hallo, mijn naam is Pijn en mijn middelneem is chaotischheid. Voor mijn chaos. Hoe zeg je dat nou ook alweer? Nou ja, maakt niet uit. We snappen wat ik bedoel, toch? Ja. Nou, Niels bij Alvisa die zegt over haar zoontje. Wat vindt hij het geweldig? Ik ben net pas van school thuis. Dus samen in de auto gekeken. Helaas kon ik niet meteen typen, maar hij stond er versteld van. En zegt tegen mij, ik wil Olaf helemaal doodknuffelen. Hij is echt zo blij. Nou, stuur even een mailtje met je adresgegevens. Hè. Dan gaat hij morgen, want we zijn nu te laat. Maar morgen versturen we hem dan. Dan komt hij jullie kant op. Dus houd even rekening met vertraging op met de post. Hè. Dus het is niet zo. Je gaat straks topje uit de pot gebruiken hè, voor de wet-in-wet techniek. Maar je gaat nu eerst even leuk chameleon flakes doen. Ja. Oh, leuk. Ik heb nu een laagje bezemtop aangebracht. En 10 seconden in de lamp uitgehakt, zodat ik een plaklaag heb. Normaal gesproken, als je dit op een klant doet, dan kun je gewoon zwarte gel polish aanbrengen en ga je in die plaklaag werken. Ik leg wat chameleon flakes neer. Ik maak heel even mijn penseel een beetje nat zo. En Kelly Roskamp die zegt, oh wat super dat ik heb gewonnen. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik wat gewonnen heb. Oh. Vet cool. Ze was de kinderen les aan het geven. Maar ja, van ook jij dus van harte gefeliciteerd hè. Het is zo leuk dit. Maar dan ga je hier dus nog over wet in wetten. Ja, vind ik wel leuk. Maar ga je dan ertussen wet in wetten of nee, eroverheen wet in wetten? Eroverheen. Ik heb ze nu dus in het plaklaar gelegd. Mm-hmm. Even 10 seconden vastzetten. Potje flakes dichtdraaien, want als je die laat vallen, zit alles onder, hè Ben? Ja, en de kerst is al voorbij, dus we gaan hem niet omgooien. Oké, okay. Ik ga werken met de topgel uit de pot. Neem een hoeveelheid op. En lak deze over de hele nagel. En je gebruikt topgel uit de pot, omdat daarmee is het makkelijker om die wet-in-wet techniek te krijgen, hè? Ja, dat is echt de allerfijnste gel om de wet-in-wet techniek mee te doen. Breng voldoende aan. En ik vergeet iets te doen. Ik moet natuurlijk mijn pigment gaan mengen, want ik wil wet-on-wet techniek met pigmenten gaan doen. Dat had ik nog niet voorbereid. Gemma vraagt, die 10 seconden uitharden, doe je dat ook bij een klant? Nou, bij een klant zou ik toch wel die 30 seconden aanhouden hoor. Want het kan de hechting van het product een beetje beïnvloeden. Dus je moet bij een klant niet te veel gaan, hoe moet je dat zeggen? Niet te veel de uithoudingstijden inkorten. Want je wil natuurlijk bij die klant, naast dat het er heel mooi uitziet en prachtig glans, et cetera, wil je ook dat het goed blijft zitten. En die uitharding zorgt ervoor dat ook de hechting verbetert.
Dus die twee gaan hand in hand met elkaar. Wat ben je aan het mengen, Lynn? Nou, ik heb een beetje base en top op een paper palette gedaan. En ik ga nu met het pigment Violet werken. Ik gebruik daarvoor mijn spatel. Pak er een beetje uit. En ik mix die met de base en top. Het is heel goed te zien. Het is erg wit. Ja, het is een licht pigment. Maar zometeen op zwart zie je het. Ik heb iets te veel pigment, zie ik. Even een druppeltje erbij vallen. Kijk, als ik nou zo boven het zwart hou, dan zie je dat beter. Zie je dat? Dus ik mix mijn pigment. En dan met de detailer 3. Dus even voor de goede orde. Je had dus die chameleon vlees in de plaklaag gedaan. Die heb je het even 10 seconden gefixeerd. En daar zit nu een laagje topgel uit de pot op. Maar en die is niet uitgehard. Juist, dat is heel belangrijk. Want je moet eventjes je mixje maken. Ja. En nu gaan we dus wet en wetteren. Normaal gesproken ga je dat mixje al van tevoren maken natuurlijk. Alleen was ik vergeten. Dus, ik heb nu mijn ondergrond met de chameleon vlees. En ik ga met de detailer 3 ga ik wat bolletjes oppakken. Wat drupjes. En die laat ik vallen in de natte topgel. Leg ze gewoon neer. En dan is het eigenlijk een kwestie van wachten. Je ziet dat hij gaat uitlopen. Hoe langer je wacht, hoe meer dat hij uitloopt. Dat is wel gaaf dit zo, met die ondergrond. Ja. Maar hij lijkt ook van wit, wordt hij wat paarser naarmate die uitvloeit, hè? Ja. Ja, leuk. Een soort Python print. Ja. Nou, je kan daar nog in, als je dat zou willen, nog wat effect aanbrengen. Ik zie hier dat ik de druppels te dicht op elkaar heb gebracht. Zo. Cool. Nou, wanneer je tevreden bent, doe je hem in de lamp. 30 seconden zou ik dan doen op een klant. En daarna lak je hem af met een topgel. Dus dat is ook weer een andere manier om je pigment te gebruiken. En ik heb nu het pigment uit deze kit gepakt. Dat is ook heel leuk met de chroompigmenten. Met de Colorful Chromes. Die zijn alleen niet transparant. Lak ik hem eventjes af met de Supreme Finish gewoon. Die heeft geen plaklaag. Dat vind ik fijn op een Colourpop. Cool. Echt heel vet dit. Nou, is super snel, hè? Ja. Hier had ik een deukje. Even op zijn kop om te levelen. Cerise zegt, oh wat mooi, Lynn. En Anja van S is er ook mee eens. Petra zegt, wat een uitzending zeg. Ik hoop dat dat positief is. Het is een drukke uitzending, hè? Met wat is de pigment gemixt? Waarmee heb je hem gemixt, Lynn? Ik heb nu gekozen voor base en top, maar het kan met iedere topgel. Okay. En de base en top stond eigenlijk het dichtstbij. Oké, okay, super. Awesome Linnenpin, zegt Jessica. En Lisette Schoenmaker, die vertelt dat zij toen net bezig was met het maken van het huiswerk voor mijn workshop. En dat ze daar klaar mee is en dat ze nu weer meekijkt. Nou, ik ben heel benieuwd wat je hebt gemaakt. Ik zou sowieso prachtige dingen voorbij zien komen. Natuurlijk een beetje een specifieke techniek, maar wel heel leuk dat jullie daar zo mee bezig zijn gegaan. Dus lekker posten straks als wij klaar zijn. Nou, wet in wet, het is allemaal, het is bijna te veel om op te noemen, hè? Ja, ik ben nog steeds niet klaar. Nee, eigenlijk. Oh, ze is nog steeds niet klaar. Wat wordt het dan nu? Ik ga nog iets leuks over het chroompigment heen doen. Oh. Ik word er chaotisch van. Volgens mij was dat het woord wat ik net zocht. Zo. Ik ga nu namelijk de Syriza Sweeties gebruiken, want het is eigenlijk geen fijner product om te sugaren dan de Syriza Sweeties. Ze zijn gekleurd, ze zijn gepigmenteerd en ze hebben geen plaklaag. En dat is heel fijn op het moment dat je wil gaan sugaren.
Nou, ik ga nu werken op mijn ombre ondergrond. Oh, die van Toenet. Die van Toenet, waar nu vleekjes op zijn blijven plakken. Oh, dat is altijd leuk. Ach, zet er een krulletje overheen. Ja, ga ik ook eigenlijk ook doen. Nou, nog geen krul, maar wel wat leuke lijntjes. Nou, ik heb hem erin gepoetst, zie ik. Geen probleem. Ik ga met verschillende kleuren van de sweeties werken. En dat zijn de Café Olé. En normaal gesproken pak ik drupjes en leg die op mijn paperpallet. Maar ik ga nu gewoon even vanuit de potjes werken. Let er dan ook wel op het moment dat je met meerdere kleuren gaat werken, dat je de deksel van het potje achter je potje legt bijvoorbeeld. Dat je niet bijvoorbeeld een deksel van roze op wit gaat doen of van zwart op roze, want dan ga je je kleuren vervuilen. Ik had dus de Café Olé. Ik heb nu ook de Cotton Candy. Ik heb Bubblegum. Alleen al voor de namen wil je hem hebben eigenlijk, hè? En karamel. Zo. Ik verzet even de camera, zodat we de potjes kunnen zien. Dat is wel zo handig, ik moet ze alleen even vinden. Ik kan ze ook hier neerzetten, Pepijn. Bij mijn pallet gewoon. Oh, dat kan ook. Ik was te lui om mijn pallet aan de kant te doen. Zal ik ze hier neerzetten? Ja, dan blijf ik even hier staan, om ze zeker te weten dat het goed is. Moet ik ze alleen straks wel even aan de kant halen. Dan kunnen we namelijk ook zien wat voor kleuren het precies zijn. Ja. Zo. Ik spaat dus altijd heel eventjes door. Het is een bijzondere kleurcombinatie. Grappig, hè? Een beetje grijzig, een beetje bruinig, een beetje nude. Ja, ik dacht laatst een keer wat anders doen. Ja. Vandaar het roze. Nou ja, niet alleen roze. En ik ga werken met de Nail Art Brush. En dat is mijn favoriete penseel om lijntjes en krulletjes mee te schilderen. Maar het kan natuurlijk met ieder ander dun penseel. Deze nagel zit dus een topgel op. En ik ga eigenlijk gewoon wat lijntjes aanbrengen van dik naar dun. Op het moment dat ik een dikker lijntje wil, neem ik ook wat meer een druppeltje aan mijn penseel. En zodra ik hem dunner wil, til ik mijn penseel op en eindig ik omhoog. Dus ik wissel in de druk die ik geef. En ik ga een soort van zebra-achtig printje maken. Nou, dat is altijd leuk. En ook nog een roze hierboven. Ik heb iets te veel aan mijn penseel, zie ik. En op zich zou dit al genoeg kunnen zijn, maar ik ga hem helemaal volleggen. Wel natuurlijk voordat je in een andere kleur gaat, even je penseel afnemen, hè? Anders ga ik bijvoorbeeld mijn grijs in mijn lichte kleur. Ik zie een opmerking van Stephanie. Zit ondertussen even op de webshop. Alle pigmenten low stock of out of stock is iedereen aan het bestellen. Nou, we hebben onze webshop vernieuwd. En dat betekent dat de webshop nu gekoppeld is aan de winkel. Maar we hebben natuurlijk ook voorraad in ons magazijn. Alleen die voorraad uit het magazijn die gaat naar de winkel. En vanuit de winkel wordt de webshop. Jullie bestellen in de webshop die gekoppeld is aan de winkel. En de voorraden in de winkel, als je misschien weet dat je ooit bij ons bent geweest. Zijn niet pinnen met daar 100 zakjes. Nee, dat zijn 10 of 12 zakjes. Dus vandaar dat hij dat aangeeft. Maar dat wil niet zeggen dat er geen voorraad is, hoor. Dat wordt dan vanzelf aangevuld vanuit het magazijn. Dat is vandaag de eerste dag dat dat werkt. Dus we moeten daar nog wat dingetjes in veranderen. Maar daar zit hem dat in. Dus het is er gewoon wel. We gaan terug naar Lynn.
Ja, en anders, Stephanie, ik weet dat je bij mij in de buurt woont. Wij zijn vrijdag weer geopend. En ik heb al deze kleurtjes ook op voorraad. Het is wel echt, je hart het niet uit, het tussendoor. Nee. Ook niet omdat je denkt van, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Nee, want hij loopt eigenlijk niet echt. Hij blijft gewoon mooi liggen. Ja. Ik vind het wel grappig. Het is een soort, een soort nude-achtige nail art. Ja. En dit is ook heel leuk, met zwart op zwart en daar dan ook weer een glitterspray in. Daar heb ik een voorbeeldje van, dat zal ik je zo laten zien. Nog een beetje roze. Spelen een beetje met de diktes. Stephanie zegt, oh ja, val jij niet onder de lockdown dan? Nee, business to business mag er wel worden verkocht, maar natuurlijk wel met inachtneming van weinig mensen in de winkel en voldoende afstand. Dus dat geldt allemaal, maar business to business mag je wel klanten ontvangen. Want anders kun je natuurlijk bestellen in de shop. Nou, mijn patroon is klaar. En voordat ik hem nu ga uitharden, ga ik de Red Gold glitterspray erin sprayen. Oh, leuk, ja. Ik heb alleen geen dop, dus ik ga mijn tafel ondersprayen. Of wil je zo'n leuk driehoekbakje? Oh ja, top. Komt eraan, de assistente komt eraan. Nou, en zoals je ziet, de sweeties blijven gewoon heel mooi liggen. En ik heb nu dit op een chrome ondergrond gedaan. Maar dit is natuurlijk ook gewoon mooi op een matte ondergrond. Of zelfs op een glitterspray ondergrond. En daar ook weer glitter overheen is ook heel mooi. Lukt het, Pepijn? Ik weet zeker dat hij hier ergens is, maar ik kan het niet vinden. Dat probleem heb ik ook wel eens. Nou, weet je, hier, heb je een leuke tabletouw? Ja, kan ook. Dankjewel. Nou, gaan we dus... Oh, het is een nieuwe spray. Ja, daar komt hij. Ik spray hem echt gewoon rijkelijk vol. Ik laat hem heel even erin zakken en dan gaat hij in de lamp. Anderhalve minuut op een klant, want de sweets moet echt anderhalve minuut uitgehard worden. En deze er heel even bij nemen. Ze toch moeten wachten op de lamp. Hopsakee. Ja, de losse glittertjes, die poets ik, die veeg ik weg met mijn Fluffy. Heel erg leuk, Lin. Ja, en als je dit dan gecombineerd ziet in een setje, ja, wat ik dus graag wil zien voor het huiswerk. Kijk, je zou bijvoorbeeld ook alleen voor roze kunnen kiezen. Dat hij bijvoorbeeld dat alles roze is en de ringvinger dit design heeft. Maar je kan er ook nog een nieuw tussen. Dus dit is wat je bedoelt met huiswerk. Dus zo'n setje. Juist. Dat is wat ik bedoel. Dus ik wil graag 3 setjes zien. En nu heb ik gekozen om maar 1 nagel in een nail art te doen. Maar het is bijvoorbeeld ook heel cool als je dit patroon bijvoorbeeld laat doorlopen over deze een beetje. Hè, dus dat je echt gewoon een leuke combinatie maakt van 3 verschillende, ik wil gewoon 3 verschillende setjes zien die ook echt draagbaar zijn. Ja, en als we het dan over dat huiswerk hebben, dan moeten we dat natuurlijk ook nog even goed naar kijken. Het huiswerk, dat is namelijk, zoals we al zeggen, 3 setjes met een combinatie van deze technieken. Geïnspireerd door wat Linda heeft laten zien. Daar hebben jullie 1 week de tijd voor. En in die week is het natuurlijk belangrijk, dus tot 11 januari. En je kunt dat huiswerk moet je dan insturen via de link die in het album Easy Glitter & Sure staat. Of kijk even in het vastgezette bericht van Wendy, want Wendy die zorgt ervoor dat die link daarin komt. Klik hem aan en vanuit daar kun je je foto's uploaden. Gebruik dan het liefst een Gmail-account daarvoor, want Hotmail heeft er een beetje moeite mee. Plaats ook de foto's natuurlijk in de Nail Talk Live groep om elkaar te inspireren. En dan volgende week maken wij bekend wie het leuke pakket heeft gewonnen. En wat is dat pakket ook alweer? Kijk even mee. Dat is die leuke Nail Art Box. Een leuk kitje met de trapezium glitter, diamond glitters. Een paar metal inlays. Gewoon
geen orchidee, die staat er wel bij, maar die komt niet mee hoor. Die orchidee, die blijft bij ons. En dan krijg jij, maak je daar natuurlijk kans op en dan sturen we je dat je toe. Dus heel erg veel plezier daarmee. Ik vind het in ieder geval ontzettend leuk dat er zo ontzettend veel mogelijkheden zijn. Het is toch geweldig. Ga je nog heel veel laten zien? Heb je nog iets achter de hand? Ik heb nog heel veel ideeën, maar ik ga nog één dingetje laten zien. En dan wil ik gewoon wat tips laten zien die ik heb voorbereid en uitleggen. Voordat je dat dan doet, ga ik nog even vertellen welke andere workshops jullie kunnen verwachten van ons. Ik zie al dat Wendy weer rolt met haar stoel de andere kant op om die workshops te laten zien. Aanstaande woensdag is dat natuurlijk Deborah en zij gaat Realistic Animal Designs aan ons laten zien. Wat zal het worden? Een hondje, een kat, een spin, een zebra, een wat zou het worden? We zullen het aanstaande woensdag zien. Dan hebben we vrijdag Wendy Kuhn zelf hier zitten en zij gaat stiletto nagel maken met een crystal effect en die gaat ze ook met pigmenten gebruiken. Dus dat is vrijdag om 2:00 stiletto nagels. Ook hoe zet je die nou eigenlijk bij jezelf? Maandag is het dan de beurt aan Sylvana en zij gaat ornamenten maken met crystals en bullions. Hele bijzondere leuke dingetjes, ook heel draagbaar op een shorty nagel. Op woensdag is het de beurt aan Michelle en zij gaat 3D gel ornamenten maken. Zij mengt alles door elkaar heen. Nou, ik heb al geweldige dingen voorbij zien komen. De manen van een paard, een kooikarper, staart. Nou, echt geweldig, kijk mee. Vrijdag de 15e is het dan de tijd, de beurt aan Annelies. En zij gaat cartoons maken, geïnspireerd op Disney. En daar staat op mijn plekje Jessica. En zij gaan samen met jou hele mooie handpainted nail art maken. Op maandag 18 januari is dan tijd voor Cheryl met de seduction producten. Hoe bied je die nou aan in jouw salon? Hoe bied je de behandeling aan? Maar vooral ook, hoe verkoop je actieve sales? Hoe verkoop je deze producten aan jouw klanten voor thuisgebruik? Nou, Cheryl heeft er sowieso ontpopt tot business coach en zij gaat in het komend jaar, dit jaar, samen met ons in Nail Talk Live, zich daar helemaal op richten op de zakelijke kant van het vak. Want natuurlijk is het prachtig dat we allemaal passie hebben voor die nagel, maar uiteindelijk moet aan het eind van de maand ook de rekeningen worden betaald. Nou, in ieder geval, dat is de planning voor de komende anderhalve week. En dan gaan we nu weer even terug naar jou. Hoi. Ik ben even een ondergrondje aan het zoeken. Deze ga ik gebruiken. We hebben net namelijk gesugerd met glitterspray. Maar we kunnen ook sugeren met acrylpoeder. Of gewoon echt met een sugarpoeder. Ik vind het zelf heel fijn om met acryl te sugeren. Omdat ik dan gewoon kan scheppen boven een pot. Dat vind ik gewoon fijner. En ga ik hem doen op een matte ondergrond of op een glans? Wat gaan we doen? Deze. Op glans. Ik krijg te horen glans. Glans? Ja, okay. Van de regisseuse. Nou, speciaal voor jou, Wen. Zeg je? Ze is de hele tijd aan het meekletsen. Ach, wat gezellig. Nou zoek ik alleen mijn witte sweeties alweer. We moeten straks nog wel even alle tips en voorbeelden bij elkaar leggen. Ja. Daar wordt om gevraagd, maar ook Cheyenne had daarom gevraagd. Maar dat doen we aan het eind. Leggen we even alles bij elkaar en dan kunnen jullie daar een screenshot van maken. En die setjes, ik had eerder gezegd 5 tips, maar dat mogen dus ook 4 tips zijn per setje, Lin? Nee, ik vind wel 5. Oh, sorry. 5 tips per setje. En dan wel ook echt dat het, zeg maar, 1 setje wat ook wel echt over de top is. Dus dan niet op 1 nagel een printje, maar dat het wel een beetje terugkomt. Ah, dus het moet een beetje carnaval worden op nagels. Ja, maar dan wel niet te. Oké. Okay, okay. Moet wel echt draagbaar zijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga dus weer werken met de sweeties, omdat je daarin zo makkelijk kunt sugaren. En ik ga gewoon wat lijnen aanbrengen. Ik heb een roze ondergrond gedaan. Hier zit topgel op. En ik ga met de cerise sweeties dus een patroontje aanbrengen. Breng wat lijnen gewoon aan. En tussendoor dus niet uitwarden, want ik ga sugaren. Stofje. Zo. En ik ga hier vandaan gewoon wat lijntjes trekken. Gewoon een beetje abstract. Ja, gewoon een beetje hatsenflatsen. Niet te moeilijk denken. Probeer de lijnen wel een beetje vloeiend te laten lopen. En dit is bijvoorbeeld ook leuk om alvast een beetje te spelen met hoe maak ik een dikkere lijn, hoe maak ik een dunnere lijn. En voor een dikke lijn neem je natuurlijk wat meer gel op, maar je merkt ook verschil in druk.
En dit zijn leuke printjes om te maken, sowieso omdat ze lekker draagbaar zijn. Maar dit is ook leuk om bijvoorbeeld een beetje te oefenen, om uiteindelijk krullen te kunnen gaan maken. Pretty Hands en Niels vraagt, kun je ook sugaren wanneer je liner gel gebruikt? Het kan wel, maar de sweeties zijn er wel echt meer geschikt voor. De sweeties zijn er echt voor bedoeld, hè? Ja. En dan is er een vraag, welke sweeties zijn een absolute must, vraagt Stephanie. Zwart, wit en? Nou ja, sowieso zwart en wit. En een beetje afhankelijk van wat je wil gaan maken. Ik vind zelf de kleuren die ik net heb gebruikt heel mooi. Maar we hebben ook een hele toffe paarse, waar een mooi glansje in zit. Er zit een hele mooie, een beetje rood-roze tint in. Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat een must-have is, maar sowieso zwart en wit. En hoe hou je de sugar schoon, vraagt Elisabeth Nijland. Het hangt altijd zo aan met vuil. Ik snap niet wat je bedoelt. Nou, hoe hou je de sugar schoon? Dus soms wordt het een beetje viezig als je het draagt op je nagels. Nou, ik heb er zelf niet zoveel last van, maar als ik gewoon met wassen en met douchen, zeg maar, dan wordt het al schoon. En waarmee het echt heel vies kan worden, is met marinade of met tuinieren. Maar dan trek ik handschoenen aan. Maar ik heb er zelf niet zo last van het als ik mijn nagels gesjoekerd heb, dat het echt vies wordt. Nee, ik heb dat ook niet. Nee. Nou, ik heb mijn patroontjes klaar. En nu ga ik sugaren dus met acrylpoeder. Dat doe ik met kleeracryl. We gaan het nu met kleeracryl doen? Ja. Oké. Okay. Oh, wou je dat andere zien? Ja, maar dat, doe maar deze. En dan doe je ook nog even die andere. Ook nog? Ja, gewoon nog eentje. Na deze. Zal ik het gewoon... Oké. <Okay. laughs> Ik doe het met die andere. Ik neem het even over. Als je het dus met kleeracryl sugart, dan wordt het dus wit. Dan wordt het wit-wit. Blijft het wit-wit. Alleen dan krijgt het dus een beetje zo'n reliefje. Als je dat met kleeracryl doet in plaats van sugarlook powder, is dat wat gladder. Is het wat zachter. Als je sugarlook gebruikt, is het wat grover. De sugarlook hebben we in twee versies, fine en coarse. Fine is een beetje zoals zout en de coarse is meer zoals suikerkristallen. Maar je kunt het ook met gekleurde acrylpoeders doen. Nou, jullie weten, ik ben natuurlijk gek op die gekleurde acrylpoeders. Hè? Nou, en dit is toch zo leuk. Dus we zijn weer even terug. Ze heeft leuk dat abstracte dingetje gemaakt en dan heeft ze nu drie potjes op de tafel staan. Welke zijn dat, Lin? Neonacryl, neongeel, neonoranje en neonroze. Let erop als je kleuren bij elkaar gaat combineren, dat ze ook mooi van kleur worden op het moment dat ze gemengd zijn. Dus dat het niet bruin wordt. En omdat ik nu ga sugaren met geel en met roze, als ik dat met elkaar vermeng, krijg ik oranje. Dus die ga ik in het midden gebruiken. Dus dan loopt het ook logisch in elkaar over. Nee, ik ga dat wel zo doen. Nou, mijn sweeties, die zijn nog steeds niet uitgehard. Ze blijven mooi op hun plek liggen. En normaal gesproken pak ik een bokkenpoot. En ga ik daarmee scheppen als het ware. Die heb ik nu niet bij de hand, dus ik doe het even met mijn spatel. Ik laat de acrylpoeder op de sweeties vallen. Heel eventjes in laten trekken. Als je nou thuis geen sweeties hebt en je wilt toch zoiets maken, het zijn natuurlijk voorbeeldtips, dan kun je daar gewoon een color gel voor gebruiken. Het zijn natuurlijk voorbeeldtips, maar als je het op een klant gaat doen, wil je wel dat het volledig is uitgehard. Dus dan zouden we wel echt die sweeties aanraden. We gaan weer even terug naar Lin. Want jij gebruikt dus nu geel en dan dus oranje. Ja, en de oranje laat ik ook een beetje over het geel heen vallen. Dat trekt dan toch een beetje nog erin. Dus dan lijkt het even absorberen. Ja, zo'n paar seconden. Klopt het meeste eraf. En je ziet ook dat mijn geel ook wel een klein beetje in mijn acryl gaat vallen. Het is makkelijk te verwijderen. Zo. En dan als laatste de roze. Let op dat je hem goed helemaal meepakt. Ja, ik heb nu de zijkant ook. Hier mag nog een beetje.
even in laten trekken. Kijk, je ziet hier nu echt een lijn lopen. Mm-hmm. Dat vind ik jammer. Dus ik ga kijken of ik dat op kan lossen door nog wat roze overheen te doen. Valt nu ook over de oranje, is niet erg. Blend mooi weg. Ja. Ik krijg een vraag van Anja Verret. Kan je dit ook met neonpigment doen, dat sugaren? Ja, dat kan wel, maar dan krijg je niet een sugar effect. Dan krijg je meer het pigment dat in de gel wegzakt. Het is ook een beetje zonde om dat met neonpigment te doen. Dat sugar met de acrylpoeder is juist, het is wat goffer en dat geeft dus een sugar gevoel. Toch, Lin? Ja, zeker weten. Ik heb er weinig aan toe te voegen. Ik doe hem nu 1,5 minuut in de lamp. Omdat de uithoudingstijd van de Cerise Sweeties 1,5 minuut is. En dan ga ik even al mijn tipjes verzamelen die ik allemaal gemaakt heb. Ja, leuk. Nou, dat betekent, als zij naar mij kijkt, dat ik even wat moet gaan vertellen. Ik ga even kijken naar jullie comments, maar volgens mij heb ik alles gehad. Ja, je kunt natuurlijk ook sugaren met een no-wipe topgel, met bijvoorbeeld Supreme Finish of Magic Shine. Kun je ook sugar effecten in doen. Er was ook een vraag, kan ik mijn color concentrates gebruiken om de Cerise Sweeties een klein beetje op kleur te brengen? Ja, dat kan, dan moet je wel, maar heel weinig gebruiken. Want je wil wel dat die Cerise Sweeties is dus ook, er zit een topgel in. Dus je wil wel dat die dus volledig uit blijft harden. Dat was ook de vraag die iemand anders had. Dat was een vraag van, even kijken, Whitney van het Voort. Als je Sweeties als full cover draagt, moet daar dan een topgel overheen? Nee, dat is niet nodig, want er zit dan een topgel ingebouwd. Dus dan breng je hem gewoon dun aan, laat je hem 1,5 minuut uitharden en dan heb je al meteen een glanzende nagel. Je kunt natuurlijk wel altijd ervoor kiezen om een topgel te gebruiken. Nou, dan hebben we heel erg veel. Het was een drukke dag vandaag, zeg. Mijn hoofd tolt helemaal. Ik voel mezelf net een glitterbom. En al die verschillende opties. Nou, ik weet dat jullie allemaal hebben meegeschreven om ervoor te zorgen dat alles duidelijk was. Het was wel heel erg boeiend, Lin. Ja, nou, fijn om te horen. Ja, ik denk wel eens van, wat kan ik nou eigenlijk allemaal vertellen over pigmenten en over glitters? Maar je ziet hoeveel je erover kunt vertellen. En dit is echt nog maar een tipje van de sluier. Maar ik hoop dat ik inspiratie heb kunnen geven. Ik kom nog heel even terug naar mijn tip die ik net heb uitgehard. Want op het moment dat hij uit de lamp komt, is hij natuurlijk vlekkerig. Met mijn fluffy brush borstel ik de losse acryl weg. Nou, we hebben een schattig design, toch? Ja, echt super cute. Nou, ik had er vanmorgen ook op grijs gedaan, maar dan met een krul. Dus krijg je ook een heel tof effect. En ditzelfde idee. Kijk, ik heb nu dus gesugerd met acryl. En ik had ook deze gemaakt, hè, op chroom en dan met de Red Gold Glitter Spray. Maar als je met de zwarte Sweeties op een zwarte ondergrond en dan de Blue Green Glitter Spray, heb je eigenlijk hetzelfde. Super cool. Maar dan een hele andere kleuren. Ja, vet zeg. Nou, dan nog eventjes een beetje samenvattend van wat ik heb gemaakt, wat je er allemaal mee kunt. Dit is ook Sweeties. Hè, matte ondergrond, de zwarte Cerise Sweeties en de Blue Green glitterspray. Met een soort van krulletjes. De Wet on Wet techniek. Met flakes in de ondergrond. Dit waren de chameleon flakes ingepoetst met een beetje zo'n sweater design. Ja, echt zo leuk, zo'n knitted sweater. Ja, dit is ook een Wet on Wet techniek. Met die pigmenten die ik mixte met een topgel. Hier heb ik een lichtroze ondergrond met daarin de transparante chameleon flakes. Heb ik uitgehard, matte top erop. Heb ik die tarwehalmen eigenlijk gemaakt met de witte Cerise Sweeties. En die heb ik gesugerd met de Blue Iris. Nou, dit is iets wat je ook wel heel veel ziet. Ja, ik leuk. Dat glittertje op die mojito, dat is echt bijna net alsof je zit te kijken naar een beetje spacey is het, als ik hier op het grote scherm kijk. Ja, echt en het cool. Glitter die hierin zit, is de Blue Green glitterspray. Goh, is de Blue Green? Ja, verrassend hè? Ja, volgens mij is alles Blue Green. Ja, ik vind die zo mooi.
Een glitterspray afgelakt en met de Cerisa Sweeties en met acrylpoeder gesugerd. Nou, de strassteen erop. Hier, dit is de Morganite Pink ingepoetst, uitgehard, afgelakt met de topgel. En daar heb ik ook weer met Cerisa Sweeties en de Blue Iris glitterspray op gewerkt. Nou, dit zijn twee ombres van de pigmenten. En ik heb hier ook zo'n tekeningetje opgemaakt. En deze heb ik dan gesugerd met acrylpoeder. Met de witte. Een pigment met glitter op de mojito. Leuk. Nou, een witte nagel met witte krullen. Je ziet het op het scherm denk ik niet heel goed. Nee, het is niet makkelijk te zien. Nee, maar het is wel heel cool. Zit een, de Red Gold glitterspray zit er ook op. Het lijkt net een phoenix dit. Cool hè? Rise like a phoenix. En mat met mat. Dat zie je op beeld ook niet zo heel goed, zie ik. En dat is eigenlijk een beetje een samenvatting van alle technieken die ik vandaag heb gedaan. Dus dat is in het begin vooral heel veel uitleggen van hoe breng ik het aan. En ik heb in het laatste gedeelte geprobeerd om te laten zien omdat wat is, ja, hoe je daar leuke designs van kunt maken. Dus ik hoop dat jullie hele leuke setjes gaan insturen. Ja, ga jij nog eventjes leuk alles wat je vandaag hebt gemaakt naast elkaar leggen? Mm-hmm. Ik zag dat er een vraag was in de comments of de fanbrush niet op voorraad was. Nou, ik hoor zojuist dat die er wel is. En ik zal hem eventjes even voor jullie in de comments het nummer zetten. En ik ben wel snel, maar niet zo snel. Even kijken. Ja, dan kunnen jullie hem namelijk... Zo, ha. Nou, wat was het een drukke uitzending, hè? Het was wat weer. Nou, Stephanie zegt, top weer, dankjewel. Anja Verret, idem dito, Tessa Lagerwij zegt ook, super, was weer heel erg leuk. En super bedankt dat ik gewonnen heb, ben er nog beduust van. Ja, maar het was ook heel erg mooi wat je had gemaakt, Tessa. Dochter zegt, op mijn Phoenix, zegt Samantha Phoenix Hermans, dat zijn wij, mama. Ja, nou, dat zijn jullie inderdaad, zie ik. Het nieuwe jaar begint lekker, zegt Sheila. Ja, want ze is intussen weer terug van de dokter. En het blijkt dat haar dochtertje nierstenen heeft. Oh. Dus ik wens jou, wij wensen jou, jou en je dochtertje natuurlijk heel veel sterkte en beterschap daarmee. Dus ja, het is heel pijnlijk, maar ja, veel succes ermee. Even kijken. Super gaaf allemaal weer, zegt Joey. Ik ga aan de slag, zegt Annabel. Ik ga vanavond heerlijk terugkijken. Zegt Sheila, kan niet wachten tot februari, zegt Teuntje. Toppers weer, zegt Petra. Bedankt allemaal, zegt Whitney. Elise zegt, super gaaf, bedankt voor alle info. Niels Baelvisa, heel erg bedankt. Linda, was echt een hele leuke en interessante live workshop. Top. Chantal Kuiver zegt, super veel goede tips, dankjewel. Patricia Dijkstra, heel blij met je, haar prijs, heel goed gedaan. Petra, super uitzending, Pepijn en Linda. Ik ga nog wel een keer terugkijken, was erg leuk, maar erg veel, zegt Marianne Aangelink. Mijn hoofd tolt, handen jeuken. Thanks Linda, Pepijn en Wendy, zegt Helene. Martine zegt, dank jullie wel voor weer een leerzame live. Het was, ik ga verder met mijn bloemetjes, zegt Kirsten. Heb jij je tips bij elkaar gelegd, Lin? Nou, ik ben nog bezig, maar ik krijg het niet allemaal op beeld, denk ik. Krijg je het niet allemaal op beeld? Ik ga even ietsjes uitzoomen bij Linda. Ja. Ik ben even weg. Ja. Nou, ik heb er natuurlijk best wel wat gemaakt... Bij. Volgens mij heb ik nu wel alles. Ja, het was ook wel veel, hè, wat je hebt gedaan. Ja, maar er zijn ook zoveel mogelijkheden. Even kijken, ligt het zo een beetje leuk? Deze hadden we ook nog. Dus ga een beetje spelen met wat we allemaal hebben behandeld. Heb ik nu alles neergelegd? Volgens mij wel. Mis ik niet wat glitterspray? Daar hebben we het zo uitgebreid over gehad, maar ik zie hem niet tussen liggen. Of ligt het aan mij? Ja, hier komt hij. Oh, daar is hij. Ja. En hier. En deze heb ik niet afgelakt. Nee, doen we er niet bij. Volgens mij hebben we het nu wel. En nog denk ik wat weinig. Dat was de foute tip. Dit was een ombre. Oh ja, dit was een ingepoetste. Dan heb ik deze ook nog.
Deze nagel heb ik niet laten zien, maar heb ik wel verteld. Ik heb hier een airnail stencil gebruikt. Ik heb de Magic Shine heb ik 2 seconden in de lamp gedaan. Daar heb ik mijn airnail stencil op gedaan en daar heb ik de glitters in gefluffed. Dus airnail stencils zijn ook heel leuk om hiervoor te gebruiken. Deze heb ik niet laten zien, maar die kan erbij. Het is een beetje overweldigend, al die tips bij elkaar. Ja, ik moest ze neerleggen, toch? Ja. Zo. 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 Nou, screenshot moment van een rommelig scherm met heel veel tips. Ja, maar ik kan ze niet netter neerleggen. Sorry. Nou, Martina zegt, ze was weer super, ik ga aan de slag, dankjewel Linda. Cora zegt, ik heb een grotere lens nodig. Ja, maak een screenshotje en dan kun je inzoomen en uitzoomen om het allemaal een beetje te volgen. Nou, in ieder geval, het was een ontzettend leerzame, ontzettend leuke en gezellige workshop zo met elkaar. En ik wil natuurlijk Linda heel erg bedanken dat je hier was en dat je dit hebt gedaan. En natuurlijk vergeet niet je huiswerk in te sturen. Vertel nog 1 keer wat het huiswerk was, Lin. Maak 3 setjes met technieken die ik vandaag heb behandeld. En die setjes moeten dan ook wel draagbaar zijn, maar niet te makkelijk. Een makkelijke mag, maar doe er ook een beetje een wat lastiger bij of wat combinaties bij elkaar. Zou ik super tof vinden om te zien. 3 sets dus in totaal 15 tips. En stuur die in naar info@nailtoclive.com. En post ze ook even in de groep en tag mij daarbij, dan zie ik ze ook. Zou ik super leuk vinden. Nou ja, iedereen bedankt voor het kijken. Heel veel succes en plezier met het maken van jullie huiswerk. En dan zie ik jullie graag een volgende keer weer terug. Ja, nou echt superleuk. Aanstaande woensdag dus Deborah Realistic Animals. Ook om 2 uur hier in de groep. Nog even voor José Nooyen van de Linde. Op dit moment wordt de webshop gerefreshed. En daarna moet je de fanbrush kunnen vinden in de webshop. Dus ze zijn ermee bezig op kantoor. Ik was tussendoor via de telefoon met hun aan het communiceren. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken vandaag. Ik wil natuurlijk ook Wendy bedanken achter de schermen voor alle schakelingen. En het heen en weer gerol om alles voor jullie in beeld te brengen. Linda nogmaals heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk. We hebben allemaal heel erg genoten. En om te vieren dat het toch weer een beetje ja, glitter, glitter, glitter. Bij jou denk ik altijd aan glitter. Linda is mijn eigen glitterbom. En om dat te vieren hebben we natuurlijk ter afsluiting van vandaag de glitter commercial Balmasqué. Omdat we moeten toch afsluiten met een klein dansje. Hè? Heel veel plezier, tot aanstaande woensdag en glitter ze!